Ja, hij is geraakt. Lekker. Back to back. to back. Back to back. To back. Hey. hey. En zijn de Oh, wel yep. iemand. <laughs> ik jou de muziek geven? Ja. Oké. Okay. Gaan we dat samen doen?

Ah, dat bedoelt zo van die... Ja, 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 ik weet wat dat bedoelt, hè. Ja, ja, ja. ja. Wat zit hier eerst volk achter ons? Ja, ja, bij de waterval. Onze liefde is een waterval, een waterval. Zo ver. Helemaal... Oh, wat hoorde ik? Een deur. Of was het Oh, dat de was jij. Dat was een Ik had een kast. Waar is dat hier? Een ruimte en dan op. Oh oh ho. Oh, nee, nee. Ga weg. Nee, ik wil niet meespelen. Nee, nee, nee. Ga weg. Ga weg. Nee, ik wil niet meespelen. Laat me gerust. Nee, nee, laat me gerust. Ga weg. Ah, ah die loopt oh. achter mij. Ja, ja, ik ben eraan zeker, man. Oh ja, ja. Hoe ja. kun je die nou pakken? Mijn lippenkast. Ja, een stukje van de. Ah, oh my god! Zeg, wie was dat? Inferno, Wendy jongen. Oh, zeg. Ah. Oh. nee, niet. Waarom? Waar gebeurt al mijn wat? Ja, sorry. Heb je dat gezien? dan. Yeah. Ja. En het pijltje op 9. Ah. Oh, sick. Ah. Ik zie een vrouw en een, een lijk. Ah, en dat lijk kijkt naar mij. En, en, oh. Als je droomreis volledig betaald wordt, naar waar zou je dan gaan? Um, ja, daar moet ik niet lang over nadenken. Dat is een... Um, de kanten van... Um, allee. Hoe noem je het dan? Daar moet ik niet lang over nadenken. Ja, nee, maar... Hallee. Um... Hospital. Dat is omdat ik dat de eerste keer speel, dat dat zo... Ah, ik ben down, ik ben down, twee man op mij. Pas op, links beneden, links beneden. Oh, laat mij maar liggen, laat mij maar liggen. Oh! Dat is diep. Dat is met mijn me neer. Wat een risico dat je neemt, zeg. Clip <laughs> oh. die man. Hola! Hola! <tieft> och kleintje is dood of <tieft> oh. <tieft> oh. <tieft> garage sowieso niet oh, mijn zijn jullie er klaar voor voor de gehoorschade ik doe mijn best <tieft> Demon Raid incoming. My souls have escaped, and find your stream. Enjoy your stream. Alsjeblieft. please. <laughs> Zeker. <laughs> Ik zie wel daar. Oh! Wil die mand Ik val vooral niet op met mijn rode outfit. Zeker niet. Ha! Oh. Dat is wel ook een goede vraag. Welk is uw favoriete douche-zinglied? Um, ik heb eigenlijk geen favoriete, want ik zit gewoon in spot... mijn spot, ja. Spotify. Spotify is de Spotify voor in de badkamer. De Spotify. Die movement, sorry maar. Is een luisteren aan toen? Oh. Ah, ik zie oh. hem. Zit nee, dus? daar op zijn herksken? Ja, hij is kwijt. Lekker. Back to back. Back to back. Zijn hey. de legdingen. Back. Oh! Wil uh, iemand. Ja, uh. <laughs> ik jou de muziek geven? Ah, Hey iedereen, hallo! Hallo, tjes! En de hi. Ah, zo, so, oh my god, ik zo heb ik gemist. Even kijken, dat er al, de Bas was daarnet al in chat. De Jatschik heb ik ook al gezien. Dag Timzi. Azoratech, hallo veel Mudblood. Hey, Steven. Killy the One. Hallo. Ja, ja, ja. Bij mij is dat zo'n ding. Er zijn meestal zo twee mensen die zo, voordat ik live ben, al in een chat zitten. Herkenbaar, herkenbaar. De, de, de pre-chat noemen we dat. Zeg maar, dan is... Hoor, als het makkelijker is. Ik ga het, pro ik ga het proberen om te tonen. Hé hey, Jordi. Maar uh, ja, vanavond is het X-Nikietje bij mij. Hallootjes. Heb je er zin in? Ja, zeker. Maar ik ben wel echt heel erg nieuwsgierig, hè? want helemaal niet voorbereid, niks. Dus ik uh, laat het allemaal me afkomen. Dus, uh, maar dan gaat het wel goed komen. Tuurlijk. Hey Jeffrey Kerkhoven, hallo. Daar moet ik wel even naar zwaaien. Ik wie zwaaien, dat klopt. Dat <laughs> is dus namelijk mijn lieve vriend. <laughs> <laughs> is Alles dat waar? goed? goed. Zegt iemand in de chat. Chaotisch sneakietje, is dat waar? Ja, <laughs> yeah. nah, soms wel hoor. Nee, we <laughs> hebben soms wel eens chaotische streams. Dat echt gewoon echt dan denk je van, alsof het niet erger kan dat van alles kapot gaat tijdens mijn stream en nee, het kan soms echt heel chaotisch zijn uh... oh. dat is vaak ja. alles rapjes testen of dat nog werkt ja, en dan ineens paf in je stream gewoon, het houdt er gewoon ineens mee op dat je echt zoiets zei... hebt, ik heb het net nog getest precies ben je, ben je klaar voor de vragen? De mensen in de chat, die mogen ook altijd vragen stellen. Dat is helemaal goed. Ik ben, ik ben nieuwsgierig. De eerste vraag is heel moeilijk. Niet normaal. Oh. Hoe kom je op je Twitch-naam? <laughs> oh, hoe kom ik op mijn Twitch-naam? Nou ja, in principe, ik heet Nikita van oorspronkelijk. Maar vroeger noemden ze me altijd uh, Kietje als kleine, kleine meid. als mijn bijnaam geworden vanuit mijn ouders, vanuit uh, vriendjes en vriendinnetjes. Ja, toen kwam er ineens met Nigietje, maar dat kon weer niet, natuurlijk op Twitch. Dus toen kwam er een X voor. Dus X-Nigietje. <laughs> zo is het eigenlijk <laughs> ontstaan. Ik had eerst mijn voor- en mijn achternaam. Maar dat vond ik zo serieus. Ik denk, ja, het moet toch wel even uh, iets anders worden. Nou, ja, dat, dat is toch iets, iets, iets moeilijk. Ja, zo'n Twitch-naam. Hoe wil ik mij noemen op dit platform? Ja, dat is inderdaad echt wel een lastig iets, want je wil natuurlijk ook iets, ja, iets wat niet te moeilijk is, ook wel een beetje pakkend, wat bij je past natuurlijk. Dus ja, ik ben toen wel een beetje op zoek gegaan, een beetje naar persoonlijk. Uh, wat is nou het beste uh, ja, persoonlijk? Ja, toen kwam ik dus met ik, ik snikkietje. Hey, Captain Hollanda. goedenavond. Waarom ben je beginnen streamen? Wat heeft jou getriggerd om te zeggen: van ik druk op die live-knop? Ja, ik denk eigenlijk, uh, ja, het is uiteindelijk gekomen door vrienden. Het was, uh, zou ik zo zeggen, ja, ik, ik had in het begin, ja, ik kende Twitch al, maar ik keek eigenlijk nooit echt op. En toen ben ik gaan kijken, doordat ik mensen leerde kennen. En toen kwamen hun een beetje van: Is streamen ook niet wat voor jou? En dan dacht ze zoiets van: Ja. Nee, <laughs> wil ik dat wel? Ja, toen ben ik uiteindelijk gewoon heel erg gaan sparen voor een goede pc. Want je wil natuurlijk alles erop en eraan hebben. Ja, en toen uiteindelijk, ja, zat uh, ik wel in het begin ook te twijfelen. Dan ga ik die camera aanzetten? Maar uh, toen heb ik toch nog wel uh, zoiets gehad van, ja, we gaan het gewoon doen. En ja, toen ben ik erin gerold en eigenlijk niet meer uitgekomen. Ik doe het ook nog maar een jaartje, dus niet zo uh, lang als de meeste diehards op Twitch. Maar in ieder geval uh, met heel veel plezier. En je leert er echt de leukste, liefste mensen op kennen. Een jaar. Dat wil we wel echt aangeven. Ik heb het gevoel ja, dat jij ge... al langer aan het bezit. <laughs> nee, ik ben eigenlijk in uh, december 2022 begonnen. Dus het is iets langer als een ja en dan een jaar. Oh, en bijna anderhalf jaar. De tijd gaat veel zo snel, mensen. Echt. In ieder geval december 2022 ben ik begonnen... En toen ben ik nog op, uh, dat weet ik nog wel heel goed, op Oud oudjaarsdag heb ik nog mijn affiliate programma ingevuld. Oh, dat is echt zo van, oh nee, ja, dat vullen we maar gelijk in. Nieuw jaar gelijk een goede start. Maar ja, zo eigenlijk is het uh, begonnen. En ja, tot nu toe wil ik gewoon niet meer weg. Ik vind het gewoon gezellig met iedereen. En uh... ja, het blijft gewoon leuk. Dan dus in een 74 uren stream. Ja een 72 uur stream hebben we ook gehad Ja dat wordt gewoon elke keer gewoon steeds gekker Het begon ooit oh. met een 12 uur stream Toen een 24 uur stream Ja en toen ging het naar een 48 uur stream En toen was het nog een keertje van Ja de kietsen zal, je geen 72 uur stream Ja dat heb ik dit jaar maar laten komen oh. Een 72 uur stream maar uh, ja, ik, ik wil nog wel dat. Er is een paar keer gevraagd. Dus ja, dan moet ik gewoon wel een keer goed met mijn werk kunnen overleggen. Dus ik denk pas in het uh, jaar erop een subathon. Want het werd ook gevraagd of dat ging doen. <laughs> dus dat wordt denk ik uh, next level, uh, denk ik. Uh, want ja, dan wordt het pas gestopt als er niet meer gesubt wordt. Maar ja, ik vind eigenlijk van met. Uh, ja. Ik denk toch, ja, ik vind ik soms lastig. Want je vraagt natuurlijk mensen om te subben dat je langer doorgaat. En ik heb eigenlijk altijd zoiets van: het is heel dankbaar wat ik krijg. Maar het is niet verplicht. Weet je wel? Daar heb ik wel eens discussies over gehad. Nee, Jonny Kiet, dat is leuk. En mensen voelen zich echt niet verplicht dan. Dus ja, dat gaan we ooit een keer nog doen. En er staat nog een dingetje: dat ga ik wel dit jaar doen. Dan moet ik nog even kijken van hoe ik het ga doen. Uh, ik wil inderdaad, uh, ja, jij gaat dat morgen al doen, een uh, charity stream. Ik wil ook een goede doelstream gaan doen, maar dat wordt dan ook wel ja, next level, maar wel met slapen. Want mensen weten dat van mij dat ik probeer niet te slapen, maar dat ga ik niet volhouden. Dan wil ik een week lang live gaan. Oeh. Voor een goed doel. Nice. Maar dat staat nog in de boek hoor. Dat moet nog helemaal uitgewerkt worden en dat soort dingen. En dan moet ik heel goed met mijn werk overleggen wanneer het kan, wanneer het uitkomt. Ja. Want uh, ja, dan ben ik gewoon uh, een week er niet en daarna moet ik denk ik ook wel even vrij hebben om bij te tanken. Een idee voor uh, welke dingen dat je, het, alleen welke charity dat je zou doen, ja, ik, organisatie. Heb, ik, heb wel, uh, ik heb wel de knoop doorgehakt waar ik voor wil streamen en dat is gewoon bij ons de dierenbescherming. Die had ik al doorge, doorgehakt. Nee, ik wil heel gek voor de dierenbescherming. En ik ga het, uh, ja, dan alvast uh, speel de tea. Nee, ik ga dan uiteindelijk uh, ga ik ook uh, flessen inzamelen. Tussendoor. En, dat, uh, en er wordt gewoon een account aangemaakt op een pagina waar je kan doneren. Want als je dat natuurlijk met Twitch gaat doen, dat is soms uh, ja, je subs verrekenen, et cetera. Dat is gewoon veel te veel hoofdpijn. En ja, eer dat je dat geld hebt, et cetera, dat duurt allemaal lang. Dus er wordt echt een donatiepagina. En ik ga dan ook uh, met bedrijven ga ik een uh, loterij organiseren. Dat de prijzenpot is. En dan voor uh, 2,50 kan je een loodje kopen. Waarvan, uh, zou ik zo zeggen, uh, ja, 50 cent gaat in transactiekosten. Want het kost mij dan geld om elke keer alles per transactie te doen. En dan die volle 2 euro gaat dan naar het goede doel. En dan heb je een loodje en dan kan je kans maken op grote prijzen. En. Dan uh, zal ik gelijk de, de T spelen. Wat wordt de hoofdprijs die ik als... Ja, sommigen weten het nog niet, maar ik heb een eigen onderneming ook. Die ik... Uh, uiteindelijk gaat er dan een uh, Xbox verloot worden. V vanuit mij. Wat andere bedrijven gaan doen, dat uh, is nog niet secret. Oh. Maar dat is... Uh, ik hoop het... Ik denk van de zomer dat het niet gaat worden vanwege alle vakanties van andere mensen. Maar... Ik denk wel een beetje rond september, oktober, die kant uit. Dan heb ik ook ruime tijd om alles te plannen. Maar we moeten het allemaal aangeven bij de gemeente en etc. Omdat het een kansspel is en hoofdpijn, hoofdpijn. <laughs> maar ik kijk er heel erg naar uit. Want oh. ja, we gaan er gewoon, gewoon een week lang proberen te knallen gewoon. Hou oh, mij op de hoogte, dan kan ik het hier ook ja, overal tellen. Ja, dat ga ik zeker en... doen. Ja, ik ga dat van jou morgen ook even, even non-stop delen, hoor. Want oh. uh, alles, voor, alles voor de diertjes. Ik heb wel een beetje stress, maar kom maar. Nee ja, joh, dat komt dat helemaal goed. Dat komt helemaal goed, joh. Jolan vraagt, wat is jouw guilty pleasure? Mijn BMW. <laughs> het is een BMW. Zo'n BMW. Mijn BMW. <laughs> de gele? <laughs> ja, de banaan. <laughs> hey, Christophe. voila, nu weet te dat je dan. <laughs> de BMW. <BNB. laughs> oh, pas. Blik met wielen, klopt. <laughs> Baby. Wat stream je vooral? Of wat kunnen de mensen op jouw streams verwachten? Oh, echt van alles en nog wat. <laughs> echt, het gaat van... Uh, ja, Just Dance in een dino-pak. <laughs> nou, horror games. Um, ja, uh, Fortnite spelen we voornamelijk. Want dat vinden mensen heel leuk om mee te spelen natuurlijk. Uh, Daar doen we vaak zat. Uh, Simulatiegames en alles. Echt gewoon... Ja, eigenlijk, ik vaak heb vaak ook gewoon een ideeënkanaal. Daar mogen ook gewoon games in gezet worden van, ja, wat vinden jullie leuk om te zien? Ik ben meestal de moeilijkste en ik wil gerust games proberen. Ook al, ja, ligt het niet in mijn genre, maar ik ben wel altijd van, ik probeer het gewoon. En ik wil uh, in de toekomst ook in real-life gaan streamen. Dat is wel echt een, uh, een dingetje wat ik heel graag wil. En we hebben ook pas de eerste kookstream stream gehad. Dus dat ging ook niet echt volgens plan. Maar uh, we <laughs> hebben het geprobeerd. <laughs> dus ik wil ook wel ik wil ook een keer gewoon echt een taart gaan bakken. En wat zou je in de real-life streams willen doen? Ja, ik denk gewoon. Um, ja, misschien een keer als ik dat op mijn werk toestemming krijg. Misschien op mijn werk of zo. Maar mensen vinden vaak ja, toch mijn beroep ook wel interessant. En. Ja, ik denk gewoon als ik een keer naar een evenement toe ga of een keer met vrienden wat ga doen. Ik denk zoiets een beetje. Misschien een interessante vraag nu. Wat doe je van werk? <laughs> Voor de mensen die dat niet weten. <laughs> Voor de mensen die het niet weten, ik ben vrachtwagenmonterd. Ja. <laughs> Ja, oh ja, en ik stream natuurlijk ook Pokémon-unboxing. Hoe kan ik dat nou vergeten? Dat, 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 dat doen we gewoon heel vaak gewoon. <laughs> het valt niet op, ineens, op de achtergrond. Ik ineens, nee, ik zie ineens <laughs> Pokémon in de chat. Ik ben monteur. Maar ik ga uiteindelijk wel over naar chauffeur. Ik heb het zeven jaar uh, met plezier gesleuteld, maar ik wil over naar chauffeur. Het is uh, mijn doel voor dit jaar ook samen, samen taart pakken is goed, gaan we doen. Kom niet goed. Pas vraagt van welk merk? Uh, wij hebben voornamelijk DAF en Scania rijden. En, uh, ja, ik werk zo nou, zal ik het even gewoon zo uh, zeggen? Ik werk niet bij een dealer. Ik werk bij HVC. Dat is gewoon een afvalbedrijf. We hebben eigen voertuigen: vuilniswagens, KTZ's, haakarmen, uh, trekkeroplegers hebben rondrijden. Dus uh, het is echt variatieveegmachines hebben we ook. We hebben ook nog personenauto's die uh, uitgeleend worden aan het personeel. Dat onderhouden we eigenlijk allemaal. Maar het is voornamelijk van de vrachtwagens hebben we Scania en DAF <laughs> Christo. <laughs> Jolan, wat is je favoriete manier om een vrije dag door te brengen? Oh, nee, maar ik heb er zoveel, Jonan. Uh, 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 uh. Ik, ik hou, hou van van alles en nog wat. Nee, ja, in mijn vrije tijd. Je, ja, streamen natuurlijk. Als ik het tijd voor heb, knallen we altijd lekker een streampje aan. Maar naast streamen, lekker met de hond naar het strand. Met mijn vriend wat leuks doen. Ja, en af en toe mijn vrienden weg. <laughs> maar ja, iedereen woont uh, door Nederland heen of in België. Dus altijd zo. <laughs> iedereen woont zo door het land heen. Dus uh, Christophe vraagt welke hondras heb je? Wacht even. Pinky. Wacht. Oh, Pinky is zo schattig. Pinky. Volgens mij ligt. Zal ik hem even halen? Dat mag. Hey, Tatsu. Dankjewel voor de werk. Wacht, ik ga hem even halen. Oh, ik heb wel ook de beste streamers outfit aan. Dit ziet er goed uit. Onder heb je een jongensbroek aan. <laughs> ik ben zo terug. Oh, het is een klein, klein hondje. Kijk, oh. Wacht hij te slapen? Hij lag lekker op de bank. Nou oh. ja, dit is Binky. Hij is snel nou geknipt. Normaal is het een pluizenbol. Oh, oh. Dus ja. Uh... Ja, dat is uh, Twinkie. Oh, Christophe, dat is een hond. Ja, als die geknipt is, sorry dat ik het zeg, geef ik het ook eerlijk toe hoor. dan is het inderdaad een, uh, ja. <laughs> Daar koff ik eens van. <laughs> You're talking about me. <laughs> I'm talking... Wacht, ik, ik laat het wel even zien als het een pluisje is. Kijk, dan kijk ik het ook een oh. heel stuk vrolijker. Oh. Dat is ook, ook een stuk beter. Dat geef ik zelf ook gewoon toe hoor. Eerlijk is eerlijk. Maar ja, dat uh, ja, wintervacht moest er weer af. Dus uh, wil je weer terug op de bank? Of uh, vind je nou wel prima zo hier? <laughs> is toch aan het nadenken. Mm. 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 <laughs> Die kijkt echt zo soms naar de camera als een schat. <laughs> Jorland. Wat is de volgende bestemming op jouw racebucketlist en waarom? <laughs> oh, ja, dat, dat, dat weet ik wel. Dat is, uh, dat is naar mijn vader toe. Mijn vader is verhuisd naar Brazilië. Oh, en ik wil daar heel wow. graag naartoe. Maar dan wil ik ook echt wel voor een maand gaan. Gewoon echt gewoon. Uh, mijn vader wil me dan zoveel plekken laten zien. Hij zegt, Nikita, dan moet je niet twee weken komen, maar gewoon een maand, op zijn minst. Maai, Brazilië. Dus, uh, ja, naar Brazilië. Ik vind, ja, ik, ja ook gewoon natuurlijk om mijn vader te zien, of course. Maar uh, nee, ik, ik vind het echt, ja, het lijkt me prachtig dat land als ik af en toe foto's zie. Denk ik denk zo. Die hond is echt <laughs> Ja, echt. Is, uh, die gaat hij gaat lang uit liggen over de tafel heen. Dat doet hij altijd. Dan is Stef van: Ik ben moe. <laughs> Ja, is Precies, van van <laughs> Precies op iets aan het wachten kreeg ik er niks want <laughs> Die denkt echt: wat doe ik hier? Oh, Christophe. Waarom? Uh, ja, ik kan het heel. Ja, het is zijn eigen keuze. Hè? Ik kan er, er, er niks over beseffen, Maar hij is gewoon. Uh, ja, hij was een beetje klaar. Hij is een beetje. Ja, sorry pap. Maar um, hij is een beetje wappie. En uh, hij heeft zoiets van, uh, ja, zoek het maar lekker uit in Nederland. Alles wordt zo duur en mijn zijn kan je zo gestoord hier, oh. Je hebt alles <totototot> verkocht. En ja, die is naar Brazilië verhuisd. En die is gewoon gestopt met werken. En die denkt, uh, ik ga gewoon lekker van mijn leven genieten. En ik heb zoiets, waarom niet? Mooi. Zo stoppen, kunnen stoppen met werken. Ja, ik vind werken echt wel leuk, maar dan zou ik eerder minder gaan werken. Maar dat je meer vrije tijd, want je komt gewoon tijd tekort. Ik gaat zo snel voorbij. Doet hij daar iets van, job of. Nee. Nee, nee, nee. Mijn vader heeft eigenlijk een, al een hele tijd een Braziliaanse vrouw, maar die is helemaal gek op Nederland. Ja, echt. Die is helemaal fan van Nederland. Maar ja, die vindt het natuurlijk. Ja, familie zit daar natuurlijk. Maar uh, ja, hij is gewoon echt gewoon gestopt met werken. Gewoon hij werkt niet meer. En ja, hij heeft toen zijn huis kunnen verkopen, met enorme winst, toen in de tijd dat de huizenprijzen zo omhoog gingen. En ja, 1 euro is daar veel duurder. Is veel meer waard. Wat ik eruit begreep, dus ja, volgens het cultuur, daar is hij rijk, als het ware. Hier in Nederland ben je niet snel rijk. Het is daar beter weer dan hier denk ik. Ja, hij heeft echt heel veel lekker weer. Hij zit wel in het zuiden, dat het ook nog daar kan soms ook nog sneeuw vallen in de winter. Dat heb je daar wel ook en ook gewoon regen. Het kan ook koud zijn. Want daar heb ik puur voor gekozen. Daar is het ook in de zomer is het wel warm, maar toch wat minder op de andere plekken. Johan, ga je graag naar de bioscoop of kijk je een film liever thuis? Ja, maar ik vind het allebei leuk. Maar kijk, dan ga ik wel een beetje als, uh, ja, als een Nederlander klinken. Ja, een bioscoop vind ik zo duur tegenwoordig. Als je dan zo... even naar de film gaat voor een ticket en een bakje popcorn en wil drinken... Dan denk ik, ja, als ik thuis de popcorn in de magnetron doe en... Maar ik vind het wel gewoon, als je naar de BUS gaat, het is wel echt een lekker sfeertje om er naartoe te gaan. Dat blijft wel gewoon zo, dat heb je thuis gewoon niet. Ik ging vroeger nog als ik klein was voor 5 euro naar de film. Zo, dat is echt lang geleden. Maar dan konnen daar had zo één cinemazaal en dan was het 5 ja. euro voor de film. Ja, tegenwoordig heb je allemaal. Ook uh, natuurlijk met dat uh, 4D en alles. Dat, uh, dat de stoelen bewegen en ik weet het allemaal niet. Of, uh, of hoe het anders heet. Maar, maar dan ben je eigenlijk zo duur voor je kaartje kwijt. Maar ja, het is wel weer een unieke ervaring, vind ik het dan ook weer. Aan de ene kant. Het maakt het wel de film. Uh... Maar ja, het is wel af en toe leuk om gewoon lekker naar de bios te gaan. Even lekker erop uit. Want ik vind toch als je een horrorfilm kijkt in de bios schrik je meer dan thuis. Oh. <laughs> Wat is een van je mooiste streammomenten al geweest? Een van mijn mooiste streammomenten? Ja, ik denk stiekem toch mijn 72 uur stream. Want ik had echt niet verwacht dat er zoveel mensen uiteindelijk geweest waren. Dus ik had zoiets: ja, ik knal hem gewoon aan en ik zie het wel. <laughs> maar ook gewoon iedereen die me er doorheen gesleept heeft. Gewoon elke keer nog even volhouden, en ik we zijn er bijna. En gewoon ook, ook echt alle liefde heel de hele tijd. En iedereen die ook gewoon gezellig meedeed tijdens games en zo. Ja, ik vind dat dan toch met, vooral met zo'n lange stream, dat ze je dan toch allemaal er doorheen halen. Dat ze ook gewoon beseffen van, zo'n stream is best wel zwaar. En dan toch gewoon, ja, dat ze toch gewoon je een handje helpen. Dat er ook mensen in de nacht zijn om je er doorheen te halen. Er is altijd wel iemand die je dan helpt. En dat vind ik toch echt wel ja, het mooiste wat er is. Gewoon, ja, weet je, je streamt ook voor hun natuurlijk. Maar dat ze zelf ook zoiets hebben van, ja meid, kijk wat je aan het doen bent. We moeten je ook wel even er doorheen helpen. Echt wel zot, joh. Hoeveel uur? 74 uur? Ja, het was uiteindelijk 73 uur geworden, want het was een 72-uur stream. En uh, tijdens de laatste half uurtje... gooide uh, ja, mijn mot. Yankee die gooide de laatste subs erin. En toen moest ik mijn haar nog even <laughs> bruin verven. Ja, en daar ben je ook gemiddeld een uurtje weer mee bezig, dus het werd 73 uur. Maar ja, op een gegeven moment was ik gewoon over mijn slaap heen. En ja, dan maakt dat ene uurtje je ook niet meer uit. Ik was al moe na een twaalf uur stream. <laughs> ja, maar dat, soms heb ik dat ook wel eens. Dan denk je even een twaalf uur stream. Maar het, soms is het best zwaar hoor. Het ligt er ook aan wat je heel de week gedaan hebt en et cetera. Amai, Jolan. Heeft zijn hè. Heb je ooit ergens ja. een hekel aan gehad waarover je daarna van gedachten veranderde? Um, ik denk het wel, maar nou ga ik wel even denken. <laughs> Waar heb ik ooit echt een hekel aan gehad, dat mij... waarom sta je weer van die moeilijke vragen? Even te hebben voorbereid. Nee, ik ga... nou, hij heeft voorbereid. Hij is echt helemaal voorbereid hier naartoe gegaan. Um... Um... Um. Ja, ja, is dat echt hekel? Ja, ik zit nou echt, die, die, dat laatste beetje breincel wat er in mijn hoofd zit, is helemaal aan het malen nu. Oh ja, um, ik weet wel iets, uh, iets wat ik vroeger wel deed, maar uh, <laughs> ja, zoals we zo zeggen, eigenlijk was is het een beetje andersom. Is dat ook goed? Ik vond het eerst normaal, maar toen kreeg ik er een hekwa. Mag dat ook? Ja, van mij wel. Want, ja, kijk, ik heb ooit, heb ik dat wel gehad, dat ik, uh, ik vroeger oordelen over iemand. Ja. En, daar heb ik echt op een gegeven moment heb ik daarvan geleerd. En dan snap ik ook echt waarom mensen daar hekel aan hebben. Want ik heb er nou ook echt een hele hekel aan. Want je kan niet over iemand oordelen zonder dat je iemand niet kent. Want iemand kan A zeggen, terwijl het eigenlijk B is. Weet je al? Dan zag je bijvoorbeeld iemand. en die kleedde zich dan een beetje pikanter of zo. En dan had je dan de mening van. ze zou wel dat zijn. En dan denk je van. Ja, dat is ze eigenlijk helemaal niet. Als, als zij dat nou mooi vindt, weet je wel. En nu heb ik er echt een hekel aan als andere mensen dat doen. Echt. Tot vroeger heb ik het zelf ook gedaan. En daar ben ik nou echt wel gelukkig voor bijgedraaid. Want dan hoor ik iemand een mening geven van. Ja, die is ook lelijk. Dan denk ik. Hou je mond, man. Iedereen is mooi op zijn eigen manier. Dan denk ik, oordeel niet. Weet je, dan heb iemand bijvoorbeeld een litteken in zijn gezicht. Dan denk ik. Ja, je weet toch niet wat er gebeurd is? Dan kan diegene waarschijnlijk niks aan doen. Waarom is diegene dan lelijk? Of ja, diegene zou wel gemeen zijn. Dan denk ik van: hoezo, omdat diegene gemeen kijkt? Misschien zit die hoofd gewoon lekker op die manier toch? Nee, dat is echt wel een beetje, ja, oordelen. Daar dus heb ik echt een qua aan gekregen. En dat kan mensen zeer doen. Ja. Danes, met wie speel je liever geen Fortnite? <laughs> met Danes zelf. Uh -huh. Oei, <laughs> competitief. Ze van uh, nee, ik denk recht. Uh. Nou, okay. Danes is uh, een hele lieve meid. Het is mijn beste vriendin. Maar op het moment dat wij Fortnite spelen, daar weet Jolan ook alles van. Dan pingen we een links enemy en dan is het waar, waar, ik zie hem niet en allemaal dat soort dingen. En niet luisteren, gewoon hè. dat is ook echt een dingetje. Dus... Ik speel wel altijd voortijd met haar, maar ze kan af en toe zo de bloed onder mijn nagels vandaan halen. Wat hebben we geleerd? Oh luisteren. Niet luisteren. Jolan, wat is de vreemdste aankoop die je hebt gedaan op het internet? Om een vreemdste aankoop? Echt, Jolan, ben jij heel koeko aan het afstruimen of zo met vragen? Ik vind, vind je wat wat is? het <laughs> um, Ja, dat denk ik dan toch via AliExpress of zo. Want dat is, meestal zie je daar dingen en dan koop je het en dan heb je er helemaal niks aan. <laughs> ja, weet je wat ik een keer heb gekocht? Ik drink helemaal geen koffie. Maar dan heb ik dus een koffiemok gekocht, dat je dan zo kan drukken. En dan gaat die automatisch roeren voor je. Ik snap ook niet wakker mee, moet, want ik drink geen koffie maar. <laughs> ja, dan zie ik weer zoiets, en dan denk ik, dan moet ik weer, he ik heb echt zo'n koopverslaving. Dat is ook echt zo slecht. Moet je ook niet hebben hoor, mensen. Dat... Ik heb altijd, ik heb zo'n koopverslaving. We hebben allemaal wel eens een dipje, toch? Ja. Als ik dan in zo'n dipje zit, dan wil ik dingen kopen. <hums> <hums> nou, meestal gaat het uit aan Pokémon. Want dan heb ik er gelukkig nog wat aan tijdens de stream. Maar soms ook, ik moet ook echt niet op AliExpress of zo zitten. Want echt, zie ik dingen. En dan denk ik van, oh, misschien is dat wel handig. En dan uiteindelijk heb je er niks aan. Warme Chocomel. Ja, ja maar ik ben dus niet goed in verse Chocomel maken. Dat gaat bij mij altijd fout. En ik heb, het, ik heb het ook ooit een keer zo'n zo stokkie. Die kan je dan in uh, warm water ja, doen, ja. of warme melk. Nou, ik heb dus een keer welk melk warm gemaakt. Dat ging dus niet goed in mijn pan. Want als het dus gaat koken, komt dat omhoog. Helemaal voornuis onder. Nee. Ik heb gelukkig <laughs> tegenwoordig wel zo'n dolce gusto. Dat is voor als iemand koffie wil in huis. Maar dan is het inderdaad van. Uh, ja, daar kan er volgens mij ook van die chocomeldingen in. Ik ben blij dat ik niet de enige ben die geen koffie drinkt. <laughs> Oh. Agmentel, De Jolan. Die is hem echt dat dan weer zien. Als je een levenslange voorraad kon hebben van wat dan ook, wat zou dat dan zijn? Ja, de, dit is gewoon gemeen. Maar <laughs> kijk, ik weet dat er mensen nu gaan denken: inderdaad, rapboem Of sigaret, want ik rook niet. Doen mensen heel slecht voor je en is heel duur. <laughs> weet je, dat soort dingen. Oh ja, dat is wel goed. Mag geld ook, Jonan? Of moet het echt een product zijn? <laughs> ik denk dat hij echt een product wil. Want geld is inderdaad wel makkelijk. geld. <laughs> nee, echt iets buitens, Ja, gewoon, gewoon een... Ja, wat, hoe, gewoon een eit. Ja. Dan denk ik gewoon dat ik ga voor benzine. Want dan kan ik gewoon naar iedereen onbeperkt heen rijden. En op vakantie gaan ja, met de auto... Want benzine is ook duur hoor. Dan denk ik dat ik daarvoor ga. Want iedereen woont zo ver weg en dan kan ik overal zo naartoe rijden. Maar als het weer geen product moet zijn, dan ja, dat gaat dan weer zo kleffie-beffie klinken. Maar dan zou ik gewoon uh, ja, mijn vriend voor altijd uh, bij me hebben. Dat we gewoon lang, lang en gelukkig zullen leven, weet je wel. <laughs> Levenslang bezien en dan verkopen net onder de prijs goed. Te... Ja, daar krijg je ook weer geld voor. Kijk, die is wel slim. <laughs> oh, ja, man. gewoon gratis tanken, gewoon onbeperkt tanken. Ja, dan kan je toch overal heen rijden? <laughs> Jolan, dan kan ik ook zo naar jou naar België, dat is geen probleem. En ik heb toch gratis brandstof? Oeh, Jolan is van België. Ja, Jonan is van België. Oost-West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg. Oeh. Nou, Dennis moet je niet luisteren. Die is uh, een neppert. oh. oh. Ja, de... nee. Dat is echt een discussie die wij hebben. Ze, ze is in Nederland geboren. Ze woont in Nederland. Maar de ouders zijn wel Vlaams. Ik vind hem gewoon meer een Nederlander. Want ze, ze, ze hebben ook geen accent, niks. Ze is half-half, zegt. Half-half. <laughs> een beetje van dit en een beetje van dat. En dan moet je de, de goede dingen van België pakken en de goede dingen van Nederland. Dan zeg ik, ik ben half-half. Ja. <laughs> Oh. Maar af en toe kom ik wel naar west vlaanderen Ik doe mijn best. <laughs> Wat lust je totaal niet? Oh, totaal niet. Uh, dat is vis. Okay. Ik lust wel kippeling, maar de rest van de vissoorten, nee. Geen mossels, kampies. Oh nee. <laughs> dat gezicht daarmee. <laughs> en dan heb ik nog iets wat iedereen heerlijk bijna vindt. Behalve ik. Ik vind het echt niet te eten. Biefstuk. Ik krijg dat echt niet weg. Oh, dankjewel. dat noem ik, ik dat? kovlies. <laughs> ja, ik hoor iedereen er altijd zo positief over. Maar ik vind het zo niet lekker gewoon. Uh. Oh, de... De Jolan. van iedereen op deze wereld met wie zou je wel eens uit willen gaan buiten, uh, buiten je boyfriend <laughs> nou wat dacht je gewoon van met de hele community voilà. gewoon lekker met z'n allen uit eten maar geen biefstuk <laughs> maar geen biefstuk en geen best <laughs> nee nee oh. hey, niet oh. blaffen is niks die, die protesteert de biefstuk is wel goed. Ja, die geef ik wel aan de hond. Die vindt dat ook lekker. Meestal ook als we dan gaan koumet of zo, met kerst en zo. Ja, dus ligt er natuurlijk ook wat biefstuk. Maak altijd een biefstukje klaar voor de hond. Oei, en geen fruit. Is dat waar? Nee, ik ben, ik ben allergisch voor fruit. Dat is echt Oei. heel lastig. Echt van alles van fruit. Ja, behalve citroen, dat gelukkig niet. Want anders werd het mijn leven nog moeilijker gemaakt. Want ja, citroenzuur zit bijna overal in. Maar er zit ook bijna overal zit appelzuur in en dat soort dingen. Ik ga gelukkig niet dood als ik het eet. Ik krijg alleen enorm jeuk en ik kan wel erg ziek worden. Maar ik heb gelukkig ook medicatie in geval als ik het uh, ja, oh. toch gegeten heb. Want komt meer, ik hou zo erg in de zomer van een ijskoud rosébiertje. Ja, daar zit fruit in. En helaas, ja, krijg ik daar gewoon zo jeuk van. En dan neem ik gelukkig wel, gewoon als ik medicatie inneem, gaat het gelukkig wel. Dat oh, is ook zo jammer. Ja, echt. Ik, ik heb soms echt dingen, dan denk ik echt zoiets van, waarom? Weet je, dan zie je iedereen met van die aardbeien met chocolade eroverheen. En dan denk ik, ja, dat mag ik niet. <laughs> Jolan, wat betekent vriendschap voor jou? Vriendschap? Ah, vriendschap is voor mij gewoon iemand waar ik gewoon echt gewoon alles mee kan delen. Dan elkaar gewoon niet oordelen. Al een gekke moment meemaken. Ja, vooral ook gewoon voor elkaar klaarstaan. Ook al, uh, ja, al spreek je elkaar niet dagelijks, dat toeval allemaal niet. Maar als je elkaar belt, dat je er voor elkaar bent. Ja, ik denk toch ook wel. Ja, niet houden van in liefde, maar houden van elkaar. Ja, ik denk zoiets. Ja, ik ja. En natuurlijk enorm van gamen. Ja. Natuurlijk. Oei, oei, oei. Wat heeft een Johnny gedaan? Wat heeft hij een bij gedaan? <lacht> <lacht> In plaats van een merken. Oei, 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 Maar dan moet hij hem nog... Ook maakt dat zijn hand niet zeer met zijn hand van te gooien. Oh. Wat is je sterrenbeeld? Ik ben schorpioen. Wat zijn je favoriete games? Oh, mijn favoriete games. Ja, altijd uh, blijf Call of Duty Zombies. Dat, er, ja, dat zit er vanaf, uh, vanaf dat dat uitkwam, zit dat er al in. Uh, Elders Cross Online ben ik helemaal fan van. Dat speel ik nog niet zo lang, maar dat is wel echt uh, een van mijn favoriete games. Ja, Fortnite denk ik ook wel, aangezien <laughs> ik het heel vaak speel. <laughs> ook al worden we best wel, word ik best wel vaak boos als het niet lukt, maar hey, het is voornamelijk, ik vind Fortnite zo leuk met vrienden gewoon. Dat is zo gezellig. Ja, dat altijd. Mag. Zeker als er iemand iets doms doet of zo. Ja, en ik denk ook wel euro-truck dat het ook wel echt op het uh, positieve lijstje komt staan. Toen we denken aan dat moment, tijdens uw 73-uur-stream, dat je euro-truck aan het spelen was en gewoon op een berg naar een rijden en dat ging niet. Dat was zo erg. Toen hadden we, we hadden 50.000 pk in die auto's gelegd. En toen vervolgens. Nou, dat ging echt niet goed. Ik had ook ineens, ineens heel de game die klitste. Ik, ik reed en ineens vloog ik weg. Toen vloog ik helemaal over allemaal landen heen met uh, 10.000 kilometer per uur. Nou, op een gegeven moment kon ik naar de dealer. En stond ik recht overeind bij de dealer. Nou, het ging echt allemaal niet. Maar zo gelachen joh, Want ja, met die 5.000 pk kon je alles omver rijden en doen. Dat was echt gewoon chaotisch gewoon. Oh, ja. Jolan vraagt zonsopkomst of zonsondergang zonsondergang en dan danse vraagt, wat vind je van League of Legends Danes, je, je weet wat ik Kijk, ze, ze vraagt vragen die ze gewoon al weet nee, ik heb niks met League of Legends het is niet mijn game Oei, ik speel daar wel. Ja, ik kan er wel naar kijken, maar ik kan zelf spelen. Nee, die mensen worden altijd boos op mij, omdat ik het nog niet snap hoe het werkt. Dan denk ik, relax. <laughs> dat is de eerste keer dat ik dit speel, <laughs> ik heb dat een keer met haar gespeeld en ja, zij zit dan allemaal op die knoppen te rammen van hoe ze wat moet doen. En ik heb ze iets van: ik moet nog uitvinden. Maar... En dan ben ik aan het lopen en dan ben ik alweer dood. Dan denk ik van: ja, jongens, doe even rustig. Kunnen we niet easy peasy? Maar ja, je kan niet alle, overal goed in zijn, hè? Uh, niet even ook even disclaimer. Ik ben en blijf een, een noep, daar ben ik ook trots op. Maar nee, ja, ik vind het. Uh, ja, het is niet mijn game. Ik kan er wel inderdaad gewoon naar kijken en ik vind het knap van iedereen die het uh, goed kan spelen. Maar voor mij, uh, nee. Maar leak is, is ja... Het zitten er zitten wel wat toxic mensen op. En als je het speelt, raad ik gewoon aan om dat met vrienden te doen. Oké. Okay. <laughs> ik zal het wel een keer weer gaan proberen. <laughs> Jolan, McDonald's of Burger King? Burger King. Ik hou ervan om naar de Mac te gaan omdat de Burger King hier niet vlakbij zit. Maar dat komt. Bij de Burger King heb je die Chili Cheese Nuggets. Die zijn zo lekker. Daar ben ik ja. zo verslaafd aan. Ja. En plus de hamburgers zijn toch wel wat lekkerder dan van de Mac. Vult toch meer. Jeffrey, als je een game. Als je zelf een game zou ontwerpen. wat voor categorie zou het dan zijn? En wat zou de game kenmerken? Ik zou de ergste horrorgame in geschiedenis maken. Dat er gewoon... Dat iedereen gaat schrikken. Ik weet alleen nog niet hoe, maar... <laughs> dat, dat lijkt me dan echt gaaf dat je... De, kijk, we hebben natuurlijk... Fastboot, Demologist en alles. Maar... Eigenlijk gewoon... Ja... Dat je... Ja, hoe moet ik het uitleggen... Ja, zullen we zeggen, ja, ook gewoon horror games meer ook dat het een horror game is wat je en op je PC kan spelen en VR, want vaak even met horror games ja, tegenwoordig zit wel steeds meer dat ze ook tegelijkertijd op VR kunnen, maar ik denk dan toch wel meer van net als ik bijvoorbeeld met Fasmo en demolages. Je merkt gewoon, ja, ik vind dat echt twee goede games, maar omdat je het ook online met vrienden kan spelen, dat is ook altijd leuk, maar voornamelijk ook van op een gegeven moment uh, stoppen ze een beetje met doorontwerpen. Net als Vasmo, vind ik nou ze hebben wel de layout veranderd, maar het schrikken is eruit wat je in het begin had. En ik wil dan het liefst dan zo'n game dat je altijd dat gevoel hebt dat je iemand kan laten schrikken. Van dat er dan een update komt en dat het dan weer verandert. Dat het gewoon niet hetzelfde is. Dat het de game is die maar blijft gaan, blijft gaan. Dat geen enkele jumpscare hetzelfde is. Nou, misschien nog wat extra mappen of zo. Ja, precies. Kijk, Teamologies is natuurlijk nog niet af, want er zijn nog mappen in ontwikkeling. Maar ja, wat dat vind ik dan ook elke keer leuk, dan heb je een update gehad en dan is het totaal anders van wat je eerst gespeeld hebt. Dat is dan wel weer uitdagend. Maar het is vaak natuurlijk, mijn horen, zo vaak je het speelt... dat het dan toch, ja, de schrik gaat er vanaf. Als spel, Mortuarium Assistant of zoiets, Ja, die is leuk. Ik, ik, ach, ik heb die al gezien bij mensen. en Ik verschiet gewoon van de te keer. En ik denk: ah, ja, nee, het is er zit een goede jumpscares in. Dat is eerlijk, is eerlijk. Pff. Want je hebt ook, ook uh, verschillende manieren uh, hoe je bezeten kan raken, en hoe je doodgaat en dat soort dingen. En ook verschillende als je het haalt, zeg maar, als je het goed doet. Dus het, het blijft wel altijd wel een beetje anders. Alleen ja, het verschil zo hoe kwam een hikje ook tegelijkertijd omhoog? <laughs> het verschilt heel erg hoor, want ja bijvoorbeeld bij mortuary assistant, uh, ik, ik heb soms ook wel andere mensen gezien, dan duurt het heel lang voordat de jumpscares komen. En ik weet niet elke keer als ik die game opstart hè, dan de ene na de andere in die game, dan denk ik waarom? Ik kan gewoon oh, dan begin ik net, dan ben je net bezig met onderzoeken natuurlijk, en dan gewoon paf, hoppatee. dan denk ik van. Dan gebeurt dat bij andere mensen niet wat heb ik aangezet per ongeluk of zo <laughs> maar fiets je aanrader het is echt een leuke game oh. het is wel eng ik krijg kijk in mijn hiel begin... scheert. echt niet normaal ja maar echt met elke horror game is het gewoon op het moment dat je bang bent in het begin is altijd elke horror game weer eng ook als je een verhaallijn speelt en je sluit hem af op een gegeven moment word je wat minder bang en dan word je wat meer van kom dan weet je wel maar op een gegeven moment heb je dan ook, weet je, dan ga je weer opnieuw spelen en dan heb je het weer hoor. Dan scheid je weer zeven kleuren rond. Maar ja, het is wel altijd, iedereen vindt dat altijd grappig om te zien als, als we schikken. Oh. <laughs> Ach, Jolan heeft toch een vraag. Welke kwaliteit in een man bewonder je het meest? Voor jullie allebei. Oh, hij is ook voor jou. Ja, wie begint er? Ik vind uh, respect. En elkaar su Allee, steunen, supporten. Uh, ja. Ik like, extreem. en dat is wel leuk als je vriend je support en je steunt daarin. En, en... Maar dat je daar ook wederzijds zit als die zit, dat je daar ook in meegaat en steunt en zo. Ja, en inderdaad gewoon support en respect natuurlijk van uh... ja, vertrouwen ook wel. En gewoon af en toe. Die gewoon lieve kleine dingetjes. Gewoon. Dat, dat voelt een soort van aan van. Gewoon vooral van die lieve kleine dingetjes als je het niet verwacht. Dat vind ik altijd uh, wel lief. Dan Smokey had de vraag. Stel je zou voor één dag miljonair zijn. Wat zou je dan doen met het geld en waarom? Oh ja, luister, dan heb ik een heel plan hè. Die. die... Als ik miljonair ben, ik ben zo arm hoor. Mensen zeggen van, ah, het zal wel meevallen. Maar als eerste, koop een huis. <laughs> Tuurlijk. Kijk, ik wil geen groot huis, want dan moet je alleen maar meer schoonmaken. Uh, en dan kunnen mensen denken, ja, nu huur je toch een schoonmaker in. Maar dat vind ik dan weer zonde van mijn geld. Het is gewoon een bescheiden huisje. Wel een aparte gamekamer natuurlijk. Met ruimte en voor in de toekomst, mocht ik ooit kinderen willen. Dan kunnen, daar, kunnen die er ook blijven wonen. Maar voornamelijk de grond. Een huis met een tuin. Waar mijn konijnen lekker vrij kunnen wandelen. De hond lekker. Dan kan ik mijn garage bouwen. Maar natuurlijk, dan kan ik nog meer. Dan kan ik hobbyauto's kopen bij het leven. Nou, natuurlijk. Dan koop je de dikste set van de set. Want ja, je hebt toch geld zat. Dus dan kan je de dikste PC kopen, natuurlijk. Ja, en ik denk dan toch wel. Ja, ik heb een droomauto. Dat is gewoon een Nissan GT-R35. Dat is uh, mijn droom. En ik denk gewoon ook gewoon een vrachtwagen kopen. Gewoon voor mijn eigen beginnen. Lekker de vrachtwagen op, lekker zelf rijden. Eigen bedrijfje. Welke Wat kleur zat de vrachtwagen in? Geel. Is, is geel je lievelingskleur? Ja, geel en paars, dat zijn mijn twee lievelingskleuren. Vandaar de gele BMW. Ja, vandaar de gele BMW. Nou ja, eerst was ik eigenlijk helemaal niet zo gek veel met geel. Maar ik kwam die BMW, ik was van aan het kijken voor een andere auto. En ik heb ook, daarvoor reed altijd altijd Citroën. Dus het was echt totaal niet dat ik altijd van BMW hield en zo. Ik was echt zo'n, uh, ja, Citroën rijden. Dus vervolgens, ja, zag dus ik een beetje scrollen op Marktplaats. En ik zag ineens die BMW en ik werd zo verliefd op die auto. Ik dacht, ja, dan wil ik gaan kijken. Nou, het ding zag er niet uit. Maar ja, ik vind het leuk om goedkope auto's op te kopen en gewoon zelf lekker op te knappen. Dus uh, ja, zo's doen is de BMW gekomen. En die is ook niet meer weggegaan, uh. Hé, hey, Dorafly. <laughs> De show <joel> aan zijn comment. <laughs> Op die kwaliteit van een man. Ja. Dus anders gezegd, iemand zoals mij. Ook al ben ik soms irritant. Ja, nou, maar luister, irritant. Dat moet je altijd een beetje zijn. Iedereen is altijd een beetje irritant. We hebben allemaal zo onze momenten. Maar dat moet je gewoon van elkaar ook kunnen accepteren. Wat sta weer voor een braakje. Snurkje. Steel je de dekens, Of rol je veel in je slaap? <laughs> ja, ik ben echt een snorlex waar je u tegen zegt: dat is echt niet gezond. Vooral als ik ziek ben. Nou, dan denk ik net alsof je langs, naast een oude vent ligt. Dat zei mijn moeder al vanaf dat ik klein was. Dan dacht ze echt dat er een oude man in, in, in mijn slaapkamer lag. Maar dat was ik gewoon. Steel je dekens, ja zeker. Daarom heb ik ook twee dekens. Ieder zijn eigen deken. Want ik ben echt een dekendief. En rol je veel. Dat heb ik geen idee. Dat, dat weet ik niet. Ik heb wel wel eens gehad vroeger best wel vaak dat ik ineens aan de andere kant van mijn bed wakker werd. Dus ik denk het misschien wel. <laughs> ik snurk als een snoot. <laughs> ja, echt. Ik kan snurken. Dat is echt niet gezond hoor. En dan denk ik zoiets van. Ja, ik denk. dat uit mij? Ik heb zelfs ooit een keer gehad. Ja, ik drink eigenlijk niet meer. Maar dat was. Ja, vroeger toen net alsof ik heel oud ben. Maar. Ja, zullen we zo zeggen. Toen ik nog een pubertje was. Toen was het voornamelijk van. Ik ben best wel wel weleens met vrienden veel drinken en zo. En toen heb ik een keer gehad dat ik lag te snurken. En het was echt zo. En dat was het toen opgenomen. Dat ik net de turbo deed tijdens het slapen. Ik denk, oh mijn god. Ik denk, ik heb weer wat hoor. Ik denk, hoe krijg ik het voor elkaar? Oh. Nou, ja. ja, nee, ik heb er ook geschraamd voor dat ik snurk. Ik echt niet, ik denk, ja. Ik hoor het niet als ik slaap. Ik heb er geen last van. Misschien mijn vriend wel, maar. Ah, oh, Smokey, wat is je favoriete sprookjesfiguur? Oeh, favoriete sprookjesfiguur. Mm. Uit de Efteling? <laughs> <laughs> um. Ja, wat vind ik dan mooi... Ja, ik, ik vind Sprook sowieso wel leuk. Maar ja, ik denk dan gelijk weer aan, aan, aan een film. Maar het is wel een sprookje. Schrek. Ik vind Schrek echt een leuke film. En het is wel een sprookje. Nou, <laughs> wow. daar ik voor. Jolan, hoe ziet je ideale vakantie eruit? Uh, ideale? Uh, de BMW mee natuurlijk, de hond mee, mijn vriend mee, het uh, dochtertje van mijn vriend gezellig mee. Uh, gewoon lekker ro uh, rondtrippen gewoon en gewoon kijken waar we uitkomen. Gewoon elke nacht ergens anders slapen. Dus uh, ja, dat is wel echt mijn ideale vakantie, lekker met de auto op pad. Jeffrey, ik hoor de Efteling. Ja, ja, Hij is helemaal Efteling vanavond. Ik ga in september nog eens naar de Efteling, maar het is, het is echt al heel lang geleden dat ik geweest ben. Maar het blijft zo leuk, de Efteling. Echt. Welke, in de attractie, welke attractie in de Efteling vind je het leukste? De Vliegende Hollander. Dat blijft mijn favoriet. Dat komt omdat ja, ik ben vanaf klein meisje altijd fan geweest van piraten. Ja, en dan heb je de vliegende Hollanders zo mooi gemaakt. Ik hou er echt van. Smokey Stall, je zou een roadtrip mogen maken. Door welk land zou je willen rijden? Um, ik vind zoveel zo veel leuk. Kijk, okay, ik moet een land kiezen. Oké, okay, dan, dan, dan ga ik wel voor Noorwegen, want dat had mijn vriend me pas laten zien. Want die had een uh, rally die hij daar reed. En dan die sneeuw. Ik ben echt sneeuwliefhebber. Ik hou van de sneeuw. Prachtig daar. Dus dan zeg ik Noorwegen. Ik ben er nog nooit geweest. Dat wil ik ook wel nog eens doen. Ah wil ik ooit ja. iets doen in Noorwegen. Ik ben er ook nog niet geweest, maar dat lijkt me zo leuk. En als hij mij Noorwegen niet had laten zien, dan was het Zwitserland geweest. Dat is ook zo mooi. Ook niet geweest, maar op de plaatjes en wat ik van andere mensen zie Prachtig. Wat zijn je toekomstplannen voor het streamen? Of heb je nog doelen dat je denkt: van dit jaar wil ik dan nog behalen, of dit doen buiten de Charity Stream, dat je al, uh, allez, Charity Week, dat je al vernoemd ja. hebt? Ja, nou, het was natuurlijk die week. Natuurlijk, dat wil ik heel graag dit jaar uh, doen. Een subatom, dat zie ik niet zitten dit jaar nog, dus dat is het plan voor volgend jaar. Ja, ik denk toch stiekem wel, uh, ja, volgers aan, kijkers, uh, iedereen is welkom en uh, ik doel er niet op, maar ik zou het wel leuk vinden als ik dit jaar de duizend volgers aan zou tikken. Dat is natuurlijk, ja, dan zie, je, dan zie je toch wel dat je weer een jaar gegroeid bent, uh, ja, iedereen heeft denk ik de droompartner. Maar uh, dat, uh, ja, dat komt vanzelf. Ik, ik ben echt niet van daarmee. Maar ik denk iets wat ik heel graag dit jaar nog wil opzetten: mijn eigen communitydag. dag Oeh, zo'n mythe pas zo. Dat... zo ja, ik, ik wil het, het liefst. Uh, alleen ja, ik moet er zelf ook voor sparen, het levensduur, et cetera. Ik wil het liefst gewoon iets kunnen afhuren. En dat we daar kunnen eten, drinken, alles erop en eraan. En dat het ook, ja, je moet ook de locatie weer kiezen. Wat is nou het beste dat iedereen kan komen ja, en dat, dat soort is, dingen. Dat is een heel puzzel. <laughs> ja, dus dat is wel echt. Uh, dat wil ik heel graag dit jaar nog een keer doen. Een echte community meeting. En ook gewoon om iedereen te kijken. Een paar mensen heb ik natuurlijk al een keer ontmoet. Maar toch, om de meeste mensen gewoon in het echt ook gewoon te leren kennen. Dat lijkt me geweldig. Want sommigen spreek je zoveel. En dan is het echt zo van. Ja, dat we elkaar ook gewoon een keer in het echt zien natuurlijk. Uh, en natuurlijk ook mensen die, ja, je, vaak heb je toch een soort van hecht groepje die er altijd wel een beetje ontstaat. En dat zo, het lijkt me ook leuk dat iedereen elkaar ook in het echt ziet. En uh, ja, verder denk ik gewoon. Ja, ik ben nooit echt van echt doelen stellen, want als ik een doel heb en ik stel mezelf teleur, daar kan ik echt niet tegen. En dat is echt heel slecht. Maar ik heb natuurlijk ook nog mijn doel. Eh, kijk, x de Kietje heb ik eh, zo gebracht dat het gewoon ook in mijn onderneming zit. Ik heb vroeger mijn eigen webshop gehad en toen ben ik ziek geraakt. Toen ben ik er tijdelijk mee gestopt, maar ik wil alles nou weer oppakken. Dus ja, mijn eigen onderneming heet x de Kietje. En ja, ik wil denk ik toch ook gewoon ja, daar ook mee verder in groeien. En dat is ja, streamen, YouTube. Weet je, mijn eigen webshop, mijn eigen merchlijn opzetten. Daar ben ik ook nou mee bezig. Ja, gewoon, ja, natuurlijk uh, toffe, te gekke streams, zoals altijd. En ik zou nog wel een keer, omdat iedereen heeft er wel eens, nee, nee, niet iedereen, maar een aantal hebben erover gezeurd, maar dan meer als grap. Niet net als de, uh, ja, hoe de meeste mensen het toen. Een hot-up stream. <laughs> Maar dan niet, niet op de manier hoe, hoe, hoe het meestal de, eraan toe ga. Maar dat ik dan kan gewoon hier in mijn woonkamer een hot tub neerzetten. Ik weet ook niet hoe, waar ik al dat water ga laten uiteindelijk. Maar... En dan gewoon in, het, in die dino-pak of zo. En dan vanuit daar gaan gamen. Ja, ik weet niet of dat een succes gaat worden, maar. Fall Guys van het Ja, weet je. Ik, ik ga niet, uh, niet in mijn bikini half naar, dat, dat vind ik veel te ver gaan. Maar gewoon een. Komische hot-up stream. Dat, dat staat wel ook nog op dit jaar, wil ik nog een keer gaan doen. Gewoon voor de grap. Ja. Een zemermin pak, die is goed. En dan heb je zo'n bad-eentjes zo bad en dan met kanaalpunten. Kinsdaridiemen schrijf je die naam van die mensen en zette dan ja, bad dat bad-eentje erbij. Dan? Ja, inderdaad. Als, als iemand dan een subbie doet... dat je dan op het bad eentje een naam schrijft... en dan komt het bad eentje in de holtup. Oh, no. Ja, ja, verder... ja, gewoon lekker, lekker streamen. Ik, ik heb nooit echt van... zoveel volgers moet ik halen, zoveel kijkers. Ik ben gewoon van... zolang ik het gezellig en naar mijn zin heb... dan vind ik het gewoon prima. En ja, natuurlijk, je wilt altijd natuurlijk dat je groeit... en bekender wordt... Dat heb denk ik elke streamer wel. Maar het, ik heb het voornamelijk, het is mijn hobby. En ik doe het gewoon voor de fun. Het hoeft van mij niet uh, mijn dagelijkse kost te worden. Want ja, ik vind sleutelen veel leuker. En uiteindelijk ga ik de wagen op. Dat vind ik. Ja, dat is gewoon mijn werk. Elke <laughs> heeft de naam Yankee. <laughs> Maar Als je zo'n community dag doet, laat het mij ook weten. Ik ga misschien kijken en als het te doen is, kom ik misschien ook wel af. Oh ja, super leuk. Dat sorteer ik enorm natuurlijk. En dan kunnen we misschien de Belgen zo wat samen ergens verzamelen en dan zo. Uh... <laughs> ja, dat is toch leuk. Maar dat is andersom ook zo. Hè. Jij, uh, want ik heb ooit een keer wel gezien dat jij met. Uh... Dutch streamers en community dag had gezien. Ja, dat we hebben al gezet. in een Breda gezeten en in Maastricht zijn we ook al geweest. Ja, als je dat nou nog een keer ook doet dan ook even berichtje sturen want te proberen natuurlijk ook bij te zijn, okay. want ik vind dat ook hartstikke leuk. Vooral ook gewoon dan met Dutch streamers gewoon wat je op hebt gezet. Dank je. Top, ben echt Wacht, dan is het altijd nog gevraagd... wat is je favoriete event in Nederland? Mijn favoriete event? Ja. Maar waar, waar ik dit jaar naartoe was geweest... dat is toch wel Elder Scrolls Online. Want ja, tien jaar bestaan. Ik was helemaal hyped. Wat is mijn favoriete event? Ja, kijk, dit is dan echt totaal non-gaming. Maar ik ga er elk jaar naartoe. Dat is Bark in the Park. Dat is speciaal voor honden gericht. En dat vind ik echt zo leuk... Lekker heel de dag met de hond op pad. Shoppen voor de hond. Een <laughs> hond die allemaal andere honden ontmoet. Dus dan ga ik daarvoor. Als het op cosplay aankomt, dan wordt het natuurlijk. Dutch Comic Con, of course. Ja, dat wil ik volgend jaar proberen naartoe te gaan. Dutch Comic Con. Ja, ja ik ga dit jaar. En ik ben uh, wel benieuwd. Ik ga ook voor het eerst cosplayen. Oeh. Ik moet nog gaan uitzoeken wat. Ik ging dan je vragen niet. als wat, maar... Ja, ik heb zoveel... Ik vind zoveel leuk. Alleen het is zo duur, hè, dat cosplay. Dat is echt niet normaal. Ik had eerst iets. Ik ga dan drie outfits doen. Want ik ga op de vrijdag, zaterdag en zondag. Ik ben heel de weekend er. Ik heb al één outfit. Uw dino-outfit. Ja, in principe wel. Mijn dino-outfit. Ja, zodat we die gewoon ook gewoon aan doen op Comic Con. Dat ik één dag in een dino-pak ga ontlopen. Iedereen gaat u vinden dan. Ja, precies. Nee, en voor de rest ben ik nog aan het kijken, want het is natuurlijk heel duur. Dat blijft natuurlijk ook zo cosplay. Maar ja, je wilt wel dan iets wat je dan ook mooi vindt en vaker ook aan kan doen, vind ik persoonlijk altijd. Dus uh, ja, het is toch een beetje kieskeurig, een beetje wat ga ik kiezen. Dus dat is nog niet uh, niet bekend. Oh, dan zit dat liedje weer in je hoofd. Ik, ik probeer het niet te lezen. Ach, dit nu. Oh, geweldig. Oh, dat voor morgen. Morgen kunnen mij genoeg kwelen op allerlei manieren. Smokey, stel je zou een Pokémon kaart mogen ontwerpen, wat zou dat dan worden? Ja, natuurlijk Eevee. Een Eevee-kaart met alle evolutions erop of zo. En dan gewoon echt, echt gewoon een super vette art. Veel ja. art, hoppa. <laughs> ja, gewoon echt gewoon heel veel details. Gewoon. Bas vraagt: wat is je grootste angst? Verdrinken. Ik ben echt bang om te verdrinken. En dan heb ik soms ook dat, dus ook gewoon last van in games, dan moet ik zwemmen. En dan, dan krijg ik het warm gewoon, hè? Van oh, wat moet dit? Wat moet het in dat spel? Maar uiteindelijk doe ik het wel. Maar ik zit wel echt van, pff, waarom? Maar ja, dat kon gewoon. Ik heb wel een zwemdiploma, maar ik kan niet zwemmen. Dus daar zit ik. Moet altijd met mijn beentjes op de grond staan, anders durf ik niet. Dan ben ik gewoon bang dat ik. Uh... Ja. Je, je hebt een zwemdiploma, maar je kunt niet zwemmen. Nee, ik, ik, ik weet niet waardoor het komt. Of ik ben dement geworden, maar ik kan het al een hele tijd niet meer. Als ik nou ga zwemmen, raak ik in paniek. En dan ga ik als zo'n hond zwemmen. Ik kom wel vooruit hoor, maar dan ben ik zo in angst. En dan ga ik zo als een hondje zo. Ja, het is echt erg. Dan ga ik zo zwemmen. En dan vervolgens, uh, ja, paniek. Ik moet gewoon met beide beetjes op de grond. Dan komt het goed. De, de, hut, de hot tub moet laag zijn, dan. Ja, ik moet er wel in kunnen staan. Voor wat mogen ze je s'nachts wakker maken? Voor wat mogen ze me s'nachts wakker maken? Um. Ja, eten is altijd wel goed. Um, ja, waar mag je me gewoon... ...s'nachts voor wakker maken? <laughs> ja, eigenlijk best wel voor veel. Ik ben dus zo moeilijk. Ik ben wel lastig om wakker te maken. Dat is wel een probleem. Maar ik denk als je roept... ...Nikiet... ...je BMW is gejat. Of er is wat met je BMW dat ik wel wakker word. <laughs> maar... Nee, ik, je mag mij altijd wakker maken. Dan zeg je van, we gaan wat leuks doen. Ik, ik vind het goed. De Jeffrey, Lekkerste avondmaaltijd. En als het erbij, dan weet ik het gelijk voor zaterdag. En ja, mijn favoriete avondmaaltijd dat is gewoon stampetrouw aan Dijvie. Maar vanavond had ik mijn stampetrouw aan Dijvie verpest bij koken, helaas. Oei. Wat dit. Nee, ja, ik, ik. Ja, ik, 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 ik doe altijd met stampot, doe Ik had een beetje melk doorheen. En ik schoot uit met de melk. Nou, het was ondertussen stampotsoep geworden. Zo erg was het. Oops. Dus ja, nee, ja, ik hou echt gewoon van uh, stampot. Ik ben echt uh, zo'n uh, typische Hollandse, oftewel ook wel we wel eens zeggen prakkie. Wanneer heb je voor het laatst keihard moeten lachen en waarom? Um, ja, toch heb je best wel veel dat ik moet lachen. <laughs> um, ja, echt echt, echt, echt keihard? -kei ja, nee, als ik echt, echt keihard... -kei Oké, okay, het is eigenlijk wel erg wat er toen gebeurde. Maar ik denk... Ja, dat komt... Uiteindelijk vind ik het komisch... Ik was met mijn vriend aan het bellen. En ik had storingdienst. <laughs> en het was heel erg chaotisch. Het duurde allemaal lang. En ik wou graag naar huis. Ik had honger. Dus ik deed alles afsluiten. En ik loop bellend. Ik ben tegelijkertijd op mijn telefoon bezig. En ik loop en ik val zo een smeerput in. Oh. En dat deed pijn. Heel mijn been was blauw. Schaafhonden, etc. En ik roep aan die telefoon. Au, au, au. En mijn vriend die hoort natuurlijk die klap. En dan hoort hoor, me aanroepen. Oh. En uiteindelijk... Nou, toen zei ik, ja, het gaat wel. En vervolgens ga ik natuurlijk in de auto. Moest mijn chef nog bellen van wat er gebeurd was. Ja, want uh, ja, ongeval op het werk. Nou, kijk maar, dit en dat. Natuurlijk was de dag daarna was ik ook nog vrij. Dat is ook nog het ergste. Dus ja, dan zitten we in die auto. En toen moest ik best wel hard lachen om wat er gebeurd was. Ik denk, dat heb ik weer. Ja, ik, ik kan er uiteindelijk wel om lachen, want het is gewoon zo lomp dat ik op mijn telefoon zit en dat ik erin val. En het deed toch zeer, ook in de auto. Ik moest naar huis rijden. Ja, dan moest ik natuurlijk gas geven, maar ik was natuurlijk op mijn rechterkant als ik gevallen. Ja, dat deed zeer. En als ik moest remmen voor iemand, en ik, oh, ik ging door de grond heen. Maar ik zat wel heel de tijd te lachen. Ik had er uh, wel heel om. Wat <laughs> was. Ja, maar dat is ook als ik iemand zie vallen, dat is heel slecht, maar dan moet ik lachen. Ik vraag daarna wel of het gaat, maar ik moet wel lachen eerst. Ik weet niet, dat ziet er zo grappig uit. Het is dus misschien erg, maar... Ja, ik weet niet, het blijft toch grappig. Een lach, lach dus. stress. Die is ook wel goed. Oh, ik lach heerlijk ook met mezelf als ik me pende dat ik denk... Oh, ik dan niet meer alsjeblieft. Ik weet, ja, mijn vriend was, ja, die was zich echt kapot geschrokken die zat uh, duizend kilometer verderop met de vrachtwagen die hoort bij hem een klap naar beneden komen als ik hem weer had, denk ik ik moet weer lachen, gewoon hoe lomp dat was ja en snel reclame En verwachten voor de reclame. Ja. Ach, Ik zit nou gelijk weer met. Nee. Pedder, pedder, pedder. Ach, In ja, de hoofd pedro, dubbetje. pedro, pedder. Uh. Ja. Zijn we terug, jongens? Ja, we zijn er weer. De reclame is over. plaats van reclame, gewoon dat niet je Petro erin steken. En dan hop, ja. ja. Jessie, ik heb een vriendin. Als je haar iets ernstigs zou vertellen, zou je bijna 100% gaan lachen. Omdat ze zo awkward is. Oh. Ja, morgen, hè. morgen mogen die Pedro in mijn hoofd steken. Maar niet hier. Ik ga je echt zo morgen zitten. Hè. En daar gaan we weer. Ja, daar gaan we weer. Ja, maar dat is ook al scroll je even op TikTok. Hij komt altijd voorbij dat liedje. Ken je die niet? Wat. wat... Wat is de song dan? Pedro, 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 na, na, na. Iedereen kent die, de Nash. Zet hem op. Ik zal, ik zal hem even opzetten. Als, als het ma marcheert. Als mijn met Spotify een beetje meewerkt. Allee, dat je dat niet kent, jong. Het is de hype. Ja, de hype, bro. Met dat wasbeertje waar ja. is dat hier. ik ga dan even de muziek voor under ook moeten aanzetten staat die aan ja En nu zit dat ook. En iedereen is zijn hoofd terug. Iedereen heeft hem gelijk weer in zijn hoofd. Zo, nooooh. Hoor het dadelijk, 27 keer. Als zo erg is nu net niet bij mij. Oh, de Pedro song. Hij blijft geweldig. Dat is niks. We hebben nu iets bijgeleerd. <laughs> Daarvoor doe ik het allemaal. Ja. Ik had hier nog iemand een vraag gestuurd. Ja? Iets met eten. Smokey vroeg nog wat voor eten vind je echt smerig om te eten en krijg je echt met geen mogelijkheid weg. Uh, vis, ja, dat zijn vis, vis, vis en biefstuk, ja, dat, dat, dat is gewoon nee gewoon. Oh, heeft een mosterd. Dat heb ik nog nooit geprobeerd. Ga ik proberen. nog nog eerlijk, oh, hoor ik mijn mosterd dat val je nog mee, maar hete pepers die, of, die, of die heerlijke zure snoepjes, nou. de deze van deze kun je soms wenen, zo ernst, sterkte. Dank je wel uh, chef, ik zie hem erbij te zijn. Slappen. sweet dreams. Oei, oei oei ja ja dan, dan begrijp ik het toch me eh goed. in uw bedje kruipt wel troosten. Welke acteur of actrice zou jou mogen spelen in een film of serie? Wow, oh, uh, die ik wil spelen. Oh, stel, die mij mogen spelen. Ja, stel, er komt een oh. film of een serie uit van jou. En jij mag kiezen welke actrice jou speelt. Um, ja, ik weet nou niet hoe ze bij de echte naam heet. Maar je hebt natuurlijk de serie The Witcher. Ja. En dan even serie, die mag mij wel spelen. Serie, ik vind haar echt tof. Het zou raar zijn als ik de witcher zelf zou zeggen. <laughs> die is geen vrouw. <laughs> maar ik denk serie. Amai, al tien en half drie wakker. Poef. Ja, die, die move vanuit Spanje richting Parijs. Nou ja, op de terugweg naar Nederland, maar zoveel mogelijk uh... rijden, 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 rijden. Jolan, wat is het meest grappige moment in je leven geweest? Het meest... Oh, echt. Jolan. Weet je hoeveel dingen ik grappig vind? <laughs> het meest grappige. Dan moet ik weer één ding kiezen. Um, Oh ja, ja, dat was eigenlijk wel heel dom en lomp, maar wel grappig. Ik had toen nog mijn Citroën-Bix. En ik ga een beetje stoer doen voor het stopleg met een Maarje. Dus ik wil zo'n zo mini-burnout trekken. Want ja, dat gaat gewoon niet echt heel perfect met dat ding met weinig pk. En ik doe dat. En op een gegeven moment, uh, mijn motor valt uit. Die deed niks meer. niet Mijn start helemaal niks. Wij over die hele weg die auto geduwd om hem ergens neer te zetten. Ik zoek, 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 zoek. Uiteindelijk was een kabeltje van een ontsteking losgekomen. Dat was wel echt. Uh, <laughs> ja, lomp, grappig. Echt. Mensen keken me aan van ook waarom doe je dat dan ook? Uh, gewoon pats, gewoon je auto gewoon niks meer doen. En ik dacht eerst dat ik mijn auto gesloopt had dat hij dat echt gewoon klaar was. Maar het was gelukkig een kabeltje die losgekomen was. <laughs> Wat is de domste manier waarop jij ooit. Je pijn hebt gedaan. Uh, uh, ja, en ik denk toch echt wel het domste dat ik er in die put viel. Omdat ik op mijn telefoon zat. Ik ken die weg natuurlijk al uit duizenden, want ik sluit zo vaak af. En je loopt altijd op automatische piloot en toen viel ik de put in. dat is echt wel een beetje het domste eigenlijk, terwijl je de weg, je <laughs> kent de weg al. <laughs> En anders denk ik toch wel dat moment dat je elke keer je kleine teen stoot aan je salontafel, die er ook al op, elke keer op dezelfde plek staat, maar jij stoot je teen er tegenaan. Ja, altijd dat kleine teentje zo. Ja, altijd het kleine teentje inderdaad. Op welke eigenschap van jezelf ben je trots? Ik denk, voornamelijk dat ik een heel lief karakter heb. En, ook, uh, en dat ik daardoor ook makkelijk ben met vergeven, is soms heel slecht hoor. Maar ik ben heel lief. Als uh, iemand komt die ik ken, uh, die geen geld zou hebben zou. En ik zou het zelf ook niet hebben en ik heb nog 10 euro, dan geef ik gerust die 10 euro. Belt iemand me op van. Uh, ik sta altijd voor iedereen klaar. Dat is wel echt uh, mijn dingetje. Ik kan ook wel een draak zijn. Maar oh, ik heb met doet. alles... Ja, weet je, het is wel zo... Iedereen heeft een draakje in zich, zeg ik altijd maar. Maar nee, ik, ben, ik weet wel van mijn eigen record ook altijd zo vaak... Soms ben je gewoon echt te lief. En dan denk ik van... Ja, maar weet je, dat is wie ik ben. En ik ben ook wel blij dat ik het zo ben. Want ja, je maakt soms natuurlijk ook het tegenovergestelde mee. En dan denk ik van... Ja, dan ben ik toch wel blij dat ik mensen een luisterend oor kan geven en dat soort dingen. En dat ik altijd probeer te helpen. Dat is mijn, denk ik wel, mijn sterkste punt. Oh, Nikkie heeft een geweldig karakter, zo lief. Dank je wel. Smokey, welke film hou je het niet droog bij? Ehm um... Ja, hoe heet die film nou? Ik kom er niet op. Jullie kennen hem denk ik ook allemaal. Van die hele trouwe hond. Toevoer? Uh, hm? Dat is die Japanse. Hij heeft ook een standbeeld gekregen in Japan. Uh... Oh. Ja. Die. Lassie. 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 <laughs> Nee ja, ik vind het zo bizar hoe trouw dat beestje is. Dat, dat vind ik zo mooi. Ik hou het bij heel veel films niet droog. Nee? Nee. Zelf niet in Disney film, dan ben ik ook al zo. Nou, nou, mijn... Ik heb dat eigenlijk echt, echt bijna niet gewoond. Dan nou, mijn kinderen, mama, waarom ben je niet aan het ween? Het gebeurt iets triestig. <laughs> Oh. Zou je ooit eens naar die willen gaan? Ja, natuurlijk. Wie wil dat nou niet? denk je ook voor, voor die Pokémon kaarten? Al die Pokémon dingen. Ik denk dat als ik dat ooit doe, dat ik echt gewoon uh, 20 koffers <laughs> moet bijbetalen of zo. Bij ik wil hier het vliegtuig af om terug naar huis te gaan. Ja, nee. Echt alles wat je daar ziet. Het is echt natuurlijk ook voor de gaming ook gewoon. En je hebt daar natuurlijk ook die, uh, toch die Nintendo world toch? Ja. Met Mario en alles. Oh, dat wil ik ook een keer zien. Echt. Nee, ik. Ik ben. Ja, mocht ik ooit het geld hebben om naar Japan te kunnen gaan. Zeker. Maar ik denk dat iedereen dat qua gamen wel zou willen. Ik ook zo eten daar. <tus> mm. Ja. ja, ik lust alleen geen sushi, waar iedereen altijd zo fan op is. Maar ik ben wel altijd ook echt van, inderdaad, met, uh, als je in een ander land bent, een beetje dat cultuur proberen te proeven natuurlijk. Wat ze daar nou echt eten. Oh, Dora Fly, een hond heb ik gehad. Super, super trouw. Oh. Johan, welke dingen laten jou echt lachen? Die ze zo allemaal aan het noteren op een lijstje, zo je antwoorden. Welke <laughs> dingen laten mij echt lachen? Op het moment dat wij Fortnite aan het spelen zijn. <laughs> natuurlijk, hè. Oh, wij liggen altijd helemaal in een teuk, joh. Nee, ja, welke dingen laten mij lachen, ja. Mijn vriend laat me natuurlijk altijd lachen. Ook gewoon van geluk, natuurlijk. En, uh, ja. In mijn community. Twitch, andere streamers, die maken we ook altijd aan het lachen. Ja, gamen. Lekker rijden met de auto. Het dansen. <laughs> dus uh, nee, ja, eigenlijk een hoop dingen. Gewoon alles wat je leuk vindt. Dat, dat maakt je natuurlijk gelukkig. En als je gelukkig bent, dan moet je natuurlijk ook wel lachen. Jolan, wat heb je nog nooit gedaan, maar zou je heel graag willen doen? Ja, dat, dat is iets, ik heb hoogtevrees. Ik, maar ik ben wel altijd van met dat soort dingen. Ik probeer mezelf wel altijd over die grens heen te gaan. Want ik heb ooit een keer in Walibi Holland heb je zo'n, ja, skydive ding. word je helemaal omhoog uh, meegenomen en dan word je naar beneden gelanceerd. Ik durfde het niet, maar uiteindelijk heb ik mezelf wel gepusht. En toen ik het eenmaal gedaan heb, ik het gaaf. Dus ik zou ooit nog echt gewoon een keer willen bungee jump of zo. Of met een vliegtuig oh nee. springen. Oh. Maar ik, ik ben gewoon bang. Maar ik zou het wel ooit nog een keer willen doen. Mij kreeg het daar niet in. Nee, ik vind het ook gewoon zo eng. Maar ik ben wel gelukkig gehad dat ik mezelf. Het duurt wel uren voordat ik mezelf heb overgehaald. Maar uiteindelijk. En dan zit ik helemaal in stress. Maar als je het dan echt op een gegeven moment gedaan hebt, dan denk je van. Oh, maar dit is gaaf. Vrees vallen, het vliegtuig. Ja, ik vraag me niet waarom hoor, maar. Wat was je grootste modeblender ooit? Oh, modeblender? Dan ga je aan mij vragen. Ik ben helemaal niet van de fashion, hè? Oké, okay, Bas, merci om erbij te zijn. Slap wel, sweet dreams. En tot de volgende. Tada! Wel trots Nee, ja, ik, ik, ik denk dan als ik uh, ga, ga uh, combineren met kleur, denk ik. Ik zou gerust uh, bijvoorbeeld uh, ja, kanariegeel met knalroen doen of zo, weet je wel. <laughs> ja, nee, ik ben daar echt zo slecht in. En meestal zie ik ook altijd, als ik dan al wel koop, zie ik altijd vaak, zie je toch op van die webshops van als ze dan dat aan hebben en dat eronder. En ja, denk ja. van, oh, dat staat wel leuk. Ik denk dat zal wel bedacht zijn met een reden. Dan denk ik, ik, koop het wel zo. Oh. Nee, ik ben echt geen. Nee, ik, ik wou soms ook dat ik. Ik heb dat bijvoorbeeld ook met make-up op doen. Ik zit het maar erop te smeren. Ik... Uh, nee, maar. Dan zie je wel eens van echt dat ze dat met echt ogen doen en die oogschade. Dan denk ik: waarom kan ik dit niet? En hetzelfde ook met fashion. Dan denk ik van: dan zie je ineens mensen zo van. Ja, dan, dan stylen ze zich. Dan denk ik: dat is gaaf dat je dan gewoon zo ineens op je kakko. Weet je wel. Maar ja, ik heb het natuurlijk door de wezen in principe bijna altijd. Uh, ja, mijn haar in de knot, uh, make-uploos... omdat ik veel te vroeg mijn bed uit moet... dan denk ik, ja, dan kan ik beter uh, nog eventjes langer blijven slapen. Maar ja, vanwege mijn werk natuurlijk, want ik word toch fel. Dus ja, en natuurlijk dan... Nou, tegenwoordig ben ik wel een beetje in de trend van de jurkjes. Want ik heb vroeger altijd gehad van... ja, dat durf je dat niet aan en zo... Maar tegenwoordig ga ik wel zoiets van, omdat ik het eenmaal aan heb gehad, dan denk ik, ja, ik vind het toch wel leuk. En dan krijg je dan ook wel eens natuurlijk positieve reactie, want de meeste mensen kennen mij in hun jongensbroek en hoodie aan, haar in een staart, weet je wel. En dan ja, nou probeer ik toch wel een beetje af en toe wel, ja, dat zou ik het zo noemen, wat vrouwelijker te kleden. Dat, dat je wat, uh, ja, niet uh, jongensbroek hoodie op en et cetera. Maar ja, fashion tips kan ik altijd goed gebruiken, hoor. Heb je daar ook op je foto's op Instagram zo'n schoon zwart kleed? Oh ja, dat was... Uh, ik weet wat jij bedoelt. Dat was toen ik in Oostenrijk was, denk ik. Ach, yes. Want denk ik dat dat Oostenrijk was. Ja, als het die is, dan weet ik welk het is, denk ik. Echt, hè? Dat was die kleine Ik denk wat. Oh, die! Ja, die, die, die leek daar donker, hè? Dat kwam een beetje door de effecten die ik gebruikt had. Maar die is eigenlijk groen. Dat was uh, ja die had ik toen gebruikt. Toen ging ik naar Elder Scrolls online. Ja. En toen, inderdaad ja, ik had ik inderdaad. Ja, ik had toen gewoon niet het geld om in één keer cosplay te regelen. En dan vervolgens, ja, het is gewoon heel duur ook. En iemand moet dat dan heel snel maken. Dat gaat hem niet worden. Dus ja, straks zoiets. Nou, oké, okay, dan koop ik zo'n jurk. Denk, ja, dan koop ik zo'n uh, elfen Diadeem-dingetje ja, ja. voor mijn hoofd. En dan denk ik van ja, dan is het toch nog een beetje elf achter. Toen ik mijn werkschoenen gepakt, daar heb ik bont omheen gedaan en geknoopt. En ik denk ja, dan ben je toch een beetje in die Elder Scrolls vibe <laughs> en zo. Maar ik vond dat dood eng hè? Want ik ben toen helemaal alleen naar dat evenement gegaan. Oh, Want ja, mijn vriend zat in Oostenrijk. En uh, ja, de meeste vrienden die spelen geen Elder Scrolls, die hebben daar gewoon niks mee. Dus, en het evenement was best wel duur. Dus toen was ik daar natuurlijk, daar ga je helemaal alleen. En ik liep daar. En iedereen normaal gekleed hè? In het begin. Ik dacht, oh, daar loop ik daar hè? In de jurk. En dan denk ik denk, oh mijn god. Maar toen op een keer, elke keer, kreeg ik wel, oh, mooie jurk. Weet je wel, en ook in het Engels, want er waren heel veel mensen uit andere landen er. Van nice dressen, et cetera, zo. En toen op een gegeven moment zag ik steeds meer mensen die ook wat meer verkleed waren. En dan denk ik denk, oeh. <laughs> En ik denk, ik ben niet de enige. Ik had echt... Want je wordt dan ook zo aangekeken natuurlijk. En ik denk, oh, dit is way out of my comfort zone gewoon dit. Maar ik vond het wel echt leuk om te doen. Heb je mensen gezien die je kende? Uh, nee, in principe... Ja, ik heb wel uh, uh, Saar uiteindelijk gezien, een streamster. Die uh, kijk ik uh, dan. Niet dat ik haar echt ken, ken maar het vond ik wel leuk om daar ook een, een keer een gesprekje mee te hebben gehad. En ik had ook nog twee andere streamers leren kennen daar zo te plaatsen. Dus dat was ook wel leuk. Ja, en ook andere mensen die ja, de game gewoon deden spelen. Dus dat was wel eigenlijk wel leuk. Wel echt gewoon een hele vriendelijke vijf. Weet je, ook al ken je niemand daar, het is toch uh, mensen zijn heel aardig en vriendelijk. Ja, dat ze zo alleen toekomen op een plaats, waar je zo. niet kent. Oh, het doodeng. Ik zat ook in het keer mijn vriend te appen. Ik zeg, ja, oh, ik vind het eng, hè. Ik denk, en toen zei ik ook, ik zeg, nou, ben ik de enige die hier overkleed loopt? Ik denk, oh, mijn god. Ik denk, soms heb ik de dresscode helemaal verkeerd begrepen of zo. <laughs> ja, jou. Echt, ik was echt in die stress. Maar toen uiteindelijk, het was echt hartstikke leuk, joh. Echt. Ik ben echt blij dat ik het gedaan heb. Ja, want ik wou er zo graag naartoe. Dus ja, dan ben je toch wel blij dat je het gedaan hebt. Smoky, wat is het mooiste cadeau wat je zou willen krijgen geven? Maar zal ik het uh, krijgen? Ik zou wel eerst krijgen naar een geven zeggen, denk ik. Dat doen we gewoon allebei. Um, ja, krijgen. Het mooiste cadeau wat je ooit zou willen krijgen: een huwelijksaanzoek van mijn vriend. Nee, um, <laughs> uh, um, echt iets krijgen. Ja, ik denk toch. Ja, ik vind alles. Ik, ja, ik ben echt blij. Al, al geeft iemand mij een potlood, kan je me al blij mee maken. Echt, ik waardeer alles. Weet je, als iemand. Ja, dat is toch iemand hebt eraan gedacht. Mm, ja, oké, okay, voor nu, omdat dat, dat staat op, op, mijn, op mijn lijstje. Is, uh, ik wil heel graag, uh, zo, zo zeggen, een JBL-headset. Maar uh, zo eentjeachtig, maar dan draadloos. Zodat, ja, nu ben ik bedraad. En ik ben, ben ik best bedraad. wel half... uh, Ja, ik ben ja. ik wel natuurlijk draad. af. <laughs> ik wil af en toe natuurlijk ook wel eens nog opspringen en dat steden. Dat is natuurlijk, en ook met dans is makkelijker. En af en toe op en neer lopen, dat je gewoon alles nog kan horen. Dus ja, dat is wel een dingetje. En wat zou ik geven. Ja, ik ben echt van als ik iemand een cadeau geef, kijk ik echt ja, spontaan hoe diegene is. En wa waar die echt wel waarde aan heeft. Want vaak zie je bij mensen, dan geven ze maar wat en uiteindelijk heeft die persoon helemaal niks aan. Ik vind wel dat je moet kijken naar wat diegene leuk vindt, bijvoorbeeld. Kijk bijvoorbeeld, mijn vriend houdt heel erg van Lego, die helemaal uh, in het Lego bouwen. Ja, en dan. Ja, dan zou ik bijvoorbeeld wel uh, ja, spontaan wel een lang even voor sparen. Maar bijvoorbeeld een hele grote Lego set kopen. Dat hij echt zoiets heeft van: Oh, die zag ik niet aankomen. Dus naar Harry Potter. Of een fan. vakantie. Hij, hij heeft van Harry Potter ook. Ja, ik heb van hem zo'n. Uh, wacht, ik kan hem gewoon pakken. Hij ligt hier naast me. Ik moet deze nog gaan bouwen. Oeh, ja. Lego stream bouwen. Deze heb ik toen van hem gehad bij kerst. Is dat kasteel? Ja, dat is het kasteel, maar dan een tikje kleiner. Niet, het, niet de grootste. Hoeveel stukjes? Uh, 2660. Poef. Maar ik wil het dan wel ook gaan bouwen. Ik mag pas stoppen als het af is. Oké, okay, dan moet je <laughs> op stream, uh, Lego stream. <laughs> ja. Dat is wel mooi. Ik vind ook die, die bloemen van Lego tegenwoordig heel mooi. Oh ja, die bloemen en alles. Ja, mijn zus is daar ook helemaal fan van, van die bloemen en zo. Maar ik snap dat wel. Het is echt, zij heeft dat al staan en het is echt leuk. En mijn katten eten dat dan niet op. <laughs> nee, dat is ook weer zo. Het is heel huisdiervriendelijk natuurlijk. Ze denken van oh, het is geen echte bloem, laat maar. En je moet dan geen water geven. Nee, dat is ook nog makkelijk. Anders, uh, ja, ik ben ook echt slecht in planten verzorgen. Dat is uh, niet mijn sterkste kant. M mijn planten buiten zijn oké, okay, maar binnen uh, alle planten die binnenkomen, daar hangen mijn katten dus in. Nee. Nee? <laughs> ja. Het Lego stream, yes. Ja. Yeah. In welk tijdsperk zou je het liefste leven als je mag kiezen? Oh, ik denk dat ik dan een keer terug zou willen gaan naar de middeleeuwen of zo. En waarom? Dat lijkt me echt. Ja, het lijkt me gewoon echt gewoon. Ja, ik vind ook altijd die games in de middeleeuwen. Ik vind dat echt kicken, paard aan de wagen en zo. <laughs> en gewoon, je deed toen nog ruilen ook met dingen. Kijk, we zitten nu in een tijdje, je moet natuurlijk overal voor betalen, anders heb je gewoon niks. Maar daar was het gewoon van, oké, ik heb dit. Ik heb melk, wil jij ruilen voor een stuk brood? Weet je echt gewoon onderling. Ja, en ik denk dat toch ook wel een beetje, ja, er hebben natuurlijk ook ridders en zo. Ja, ik zou dat wel een keer willen herbeleven, van hoe dat eruit ziet. Want ja tijdens games vind ik het hartstikke mooi. Of met dinosaurussen. Ik vind dat zo gaaf om te zien. We waren toen ook in Oostenrijk, waren we naar zo'n dierenmuseum geweest. En dan ging je ook echt helemaal terug in de tijd. Nou, ik vind dat gaaf om te zien. Wat voor dieren er vroeger leefden. Dat zou ik wel ook wel willen zien, van wat er nou allemaal was. En zie uh, je ineens van die hele grote beesten, denk je van, wow. dat jij denkt van wauw. Nou, zotte. En nu, nu is dat er niet meer. Nee, ja, precies, weet je. Van... Ja, toch om te zien van. Ja, nou, hoe leefden die diertjes vroeger eigenlijk? Hoe zou je jezelf in drie woorden omschrijven? En hoe zou de chat Niki in drie woorden omschrijven? Oh, oh, ik, ik ben zelf. Oké, okay, nou natuurlijk, lieve. Uh. Nu hang ik alweer vast, hè. Uh, uh, een lieve streamende noob. <laughs> Nooo, ik vind hem lief. Amai, die Jolande. Wat, wil, wat wilde je worden toen je jong was? <laughs> nou, totaal geen monteur. Ik wilde vroeger, vroeger boquetbakker worden. <laughs> dus ja, ik ben totaal de andere kant op gegaan. <laughs> ja, hoe is die passie begonnen? Um, ja, ik ben toen eerst... heb ik toen wel gekeken bij boquetbakker... en uiteindelijk vond ik het... Uh, ik zag het niet iets wat, heel wat ik heel mijn leven wou doen. Dus ja, dan moet je op zoek gaan naar wat anders. Terwijl ik eerst uh, lasser worden. Nou, dat was een heel gezeur met uh, waar ik me had ingeschreven... waar je dan en de opleiding kon doen en werken en leren. Daar moest ik dus tijdens mijn landelijke examens moest ik meedraaien, maar dat gaat niet. Want dan had ik mijn diploma niet. Ja, dat liep helemaal verkeerd af. En dat was dus een beetje last Dan denk ja, wat moet ik nou gaan doen? En toen had ik dus ook al vrienden die al monteur waren die bezig met de opleiding waren, was van... Ja, en een keertje houdt toch zo van auto's? Waarom word je geen uh, monteur? En toen dacht ik, ja... Ik, en zei ze ook, ja, met monteur las je ook aan auto's. Dacht ik dacht van, ja, dat is eigenlijk wel een goede. Toen heb ik eerst twee jaar uh, in de persoonauto's gewerkt... en daarna ben ik overgestapt uh, naar de vrachtwagens. Een oh, fietsje is een duveltje uit een doosje. Waar oh, komt wat, wat <laughs> dan nog in een doosje? Ik zit gewoon in een doosje. Ja, wat zie je in de toekomst? Zal een, oh, een hele opvraag? Ja, nou in principe, in de toekomst hoop ik dat ik natuurlijk gewoon um, ja, gelukkig bij mijn vriend. Uh, ja, uh, wie weet. Uh, een kind. <laughs> Natuurlijk. Uh, ja, ik hoop dat ik gewoon heel lang nog blijf streamen. En dat ik toch. Uh, ja, dat mijn eigen business ook gewoon succesvol wordt. Op de vrachtwagen. In het begin is het nog binnenland. En ik hoop in de toekomst in het buitenland ook te gaan rijden. En als ik dat dan zo ook zou doen, dus dat ik ook moet overnachten. Zou ik ook gewoon live gaan in de vrachtwagen. Als dus ik uh, mag rusten. Even een streampje erin. Hé, hey, Jedi. En, ja, gewoon gelukkig zijn en gewoon genieten van het leven. Dat voornamelijk. <laughs> Wie is Jedi? Dat is Judy. <laughs> Jedi, ik weet het niet. Ja, oh, je zit hier ook niet hè? Er zijn hier veel mensen niet vandaag. <laughs> Echt, waarom niet samenwerken met je vriend afwisselend met reden? Uh, nou, gewoon heel kort. Uh, ik heb ooit een relatie gehad op de werkvloer. En dat heb alleen maar gezeik opgeleverd. Dus dat doe ik nooit meer. <laughs> nooit meer. Je kan altijd uit elkaar gaan. En ik heb zoiets van. Ja, iemand kan totaal ineens veranderen als je uit elkaar gaat. En dat vind ik gewoon. Ik hoef dat niet meer mee te maken. Dus. Uh lekker voor mezelf. En ook ja, dan zitten toch te veel bij elkaar op het werk en dan thuis en privé en ja. <laughs> Welke vreemde taal zou je vloeiend willen spreken? Een vreemde taal? Um, hm. Wat valt onder vreemd? Alles buiten het Nederlands. <laughs> Alles buiten nee. Um, Oké. Okay. Um, ja, ik, welke taal? Ik, ik denk toch, hè. Ik vind het wel... Mooi klinkt. Ja, nou, aan de andere kant... Ik zou best wel gewoon vloeiend Engels willen spreken. Want dat maakt mijn leven toch wel een stukje makkelijker. Ja, ik heb altijd... In mijn hoofd... Hoor ik het, zou ik zo zeggen, wel... Uh, ja, weet ik hoe ik het moet zeggen, et cetera, maar dan komt het eruit, dan is het echt uh, van alles en nog wat door elkaar heen. With hair. Dat vind ik soms ook wel jammer, want met streamen heb je soms ook wel eens uh, een Engelstalig iemand. En dan kom ik uh, aan uh, I don't speak English very well, maar dat komt nog wel. Uh... Ja, ik vind dat, 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 dat is zo, vervelend, uh, zo vervelend, weet je wel. Dus ik zou het liefst wel dan Engels willen kunnen spreken, want dat is gewoon veel makkelijker. En dan zou je ook natuurlijk uh, ja, meerdere, uh, meerdere kijkers zou kunnen verwelkomen. Natuurlijk. Ook ja, mensen uit het buitenland. Mijn Engels is ook niet echt uh, wat het is. Nee, maar ik heb dan altijd zoiets in mijn hoofd. En dat is diep, en dat gaat helemaal perfecto. En in mijn hoofd denk ik het ook nog. Maar dan moet het eruit komen. Dat, dat gaat altijd fout. <laughs> oh. Ja, maar Jonas Spaans is ook echt wel een mooie taal. Eerlijk is eerlijk. Hey, daar's Yankee. Hey, die Yankee. Bekende mens. Mm. In de Starbucks kon ik goed Engels. Ik zei gewoon. Uh, Can I have an uh, ice-frappy caramel en een tosti ham cheese? Ja, dat is toch niet zo moeilijk? Maar je hoort gewoon, dan heb je weer zo'n Nederlander die Engels praat. Je hebt echt mensen die kunnen Engels zo mooi praten. Alsof het gewoon niet klinkt alsof je ja, gewoon Nederlands bent. En dat vind ik zo knap. En dat zou ik echt wel willen kunnen kennen kunnen. <laughs> heb ik wat gemist? Of van alles. <laughs> Jolan is een hele vragenlijst aan het afranselen en alle ja. aan met noteren. <laughs> Heb je tips voor andere streamers in het algemeen of mensen die willen beginnen met streamen? Als je wil beginnen, gewoon doen. <laughs> Ook niet twijfelen met je camera. Gewoon aanzetten, hoe eng het ook is. Als je er eenmaal doorheen bent, dan, dan leg je niet meer op dat ding. Gewoon totaal niet. Ook altijd jezelf blijven. Dat vind ik een hele belangrijke. Wees gewoon jezelf op stream. Iedereen hebt gehad, de eerste maanden is het allemaal eng. Nieuw. Je bent nerveus. Trek je sowieso niks van de trollen aan. Dat is één ding wat zeker is, want die krijg je altijd in het begin. Je wordt uitgedaagd. En verder ja, gewoon plezier hebben. Niet stoppen. Ook al kijkers uitzetten. Niet opletten. Gewoon doen alsof iedereen er is. En gewoon lekker door blijven gaan. Gewoon doorpakken. Dat vind ik een goeie wankje. Zet dit zo deed. Ik je niet Oh... Oh. Hey, Jolan, hoe zou je... Wacht hey, hoe zouden jouw vrienden je omschrijven? Amai, oh, hoor. Zo'n pittige vraag, ja, ja, maar hoe moet ik dat over mijzelf zeggen? <laughs> Zo nou, uh, Dinesh... Zo. <laughs> ja, maar Jolan, jij bent toch ook gewoon... Ik vind jou gewoon een vriend. Oh. Dus deze moeten jullie zelf beantwoorden, Janky, jij bent wel vriend. Maar dat wil jij liever niet dat ik dat zeg. Ik bevoel je er niet mee. <laughs> Nee. Oké. <Okay. laughs> Joh, dan hoe oh, zou, je, hoe ons zou je ons beschrijven? Oh. Ja, ik las. Hoe zouden jouw vrienden je omschrijven? Dus vandaar. Uh, hoe zou ik jullie beschrijven? Een stelletje gekken. met een heel goed hartje. En jullie zijn we wel super lief, maar soms ook echt super vervelend. En ik waardeer oh, oh, oh. jullie allemaal. Oh, yeah, en inderdaad, gotisch. Wij zijn inderdaad ook gotisch. Dat is zeker waar. <laughs> Wat kunnen de mensen met kanaalpunten doen op je stream? Oh ja. Nou, het uh, lievelingskanaalpunt van Yankee, dat is een sound, dat is Anoushka. En dat is ook de volledige sound. <laughs> dat is echt verschrikkelijk. Uh, je kan mijn bril uh, afdoen, dat ik zonder bril moet gamen, of uh, Pokémon boxen. boksen. Ik zie dan vrij weinig. Uh, controle omgekeerd hebben we. We hebben allemaal uh, ja, liedjes erin staan. Uh, verder gewoon ook al de standaard dingen die er automatisch in staan. Die heb ik in die uitgehaald. Volgens mij was dat het. En verder, ja, uh, mijn VIP's en uh, mods hebben hun eigen alert. Als ze dan een uitroepteken naam doen en dan krijgen ze hun eigen alert. En verder vooral veel liedjes. Jolan, als je overal zou kunnen wonen, waar zou je dan wonen? Um, overal zou kunnen wonen, waar zou je dan wonen? <laughs> uh, gewoon over de hele wereld, hè? Mm. Ga maar in mijn hoofd, dat liedje, jongen. Janke, alstublieft. <laughs> <laughs> nu, nu is het een Pedro de Peter Red. <laughs> nou, dat is dus het volgende liedje in je hoofd. Um, ja. Oh. Ik denk Zwitserland, want ik vind dat wel mooi eruit zien. Dan heb je ook echt natuur, heel veel natuur om je heen. Oh, niet weer. Ik al zo gaan slapen. Nou, vooral zit dat lieg je heel de hele tijd in je hoofd ook gewoon nog. Morgen zal het misschien non-stop zijn. <laughs> dat is wel een mooie vraag van Smokey. Wie is je grote voorbeeld geweest vroeger? En die heb je zoveel te danken. Um, nou, ik heb ook wel iemand van Twitch. Maar dat is natuurlijk nu later, omdat ik er niet zo lang, heel erg lang in zit. Maar ik heb bijvoorbeeld uh, dankzij Susanna, Suus. zij is wel echt een hele grote voorbeeld voor mij geweest met streamen. Ook toen ik eigenlijk wou stoppen, weet je, zij is gewoon een toffe meid. Ik weet niet, ik, ik, ik vind haar zo'n mooie meid op op, op op stream te zien, lekker dezelfde. En dat geeft mij ook echt wel van. Ja, en ik iets kom op doorpakken weet ik wel toen. Maar verder denk ik echt... Waar, eigenlijk ...wie ik het meest dankbaar ben... ...in heel mijn leven... Nou ja, ...in de elf jaar dat hij bestaat... ...is toch echt mijn hond. Als ik even sip ben of het ik wat... ...die leeft mij overal doorheen. Ah, Pinky. Dat is wel echt... ...ja, Pinky is wel echt, echt mijn held op vier pootjes. Echt. Danessie wil trusten. Sweet dreams. En niet te veel aan Pedro, denk ik. Pedro pedro, pedro. En zo naar de twee. Ja, jeeke ja, noemt mijn hond altijd het wel. Maar dat klopt ook. Als je echt veel haar hebt, ja, echt. Maak hem nat. Uh, laat hem over de grond heen gaan. Het is echt net een dwel. Oh, dankjewel, Skadi. Ja. Uh... Gaan we die toe op. Oh. Het is nog geen tien uur, hè, jongens. Nog vijf minuten. Dat is voor moet na tien nog uur. We even... oh. moeten ze nog even gedragen. Oh. Is het goed dat we hier zo rustig aan afsluiten? Want ik moet morgen ook redelijk op tijd op. Ja hoor. Ja, ik, ik, ik ben. Uh... Ja, ik moet ook op tijd op, maar ik had zoiets van. Ja, morgen gewoon brakke kop niet te stoppen op het werk. Maar ja, bijna weekend, hè? dus dat is ook alweer lekker. Nog een laatste vraag van Jolan. Wat is het mooiste moment dat je hebt meegemaakt? Uh, dat ik, uh, zeg maar zo zeggen... Ja, ik denk dat ik mezelf heb herpakt. Ik ben uh, zeg maar zeg anderhalf jaar ook in de ziektewet geweest voor mentaal. En toen ben ik heel erg ja, van niet meer naar buiten durven, zo ver ging het en et cetera. Dat ik me uiteindelijk gewoon nauw heb herpakt en ook weer ja, mezelf ben. Dat ik gewoon weer ben wie ik wil zijn. Dat is denk ik wel echt mijn mooiste moment van mijn leven. Gewoon dat je zo, in zo'n diepe kuil bent gevallen, dat je je uiteindelijk toch wel eruit hebt weten te halen. heb je met mijn drinken over mijn bureau gemorst. Oh, nee. Dat doe ik normaal altijd. Dat, 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 dat is altijd... Weet je wanneer dat altijd gebeurt voor mij? Dan zeg ik die, start ik mijn stream vast heb ik nog vijf minuten uiteindelijk kom ik bij mijn bureau tats, drinken om. Ik denk, oh, kijk eens dat bureau geschoonmaken? Oh. Oeh, bijna vakantie. Oh, heb jij lekker vakantie, jaloers? Twee weken lekker. Deze vrijdag al, of niet? Oh, jij gaat helemaal dronken. Oh, morgenmiddag lekker bezig. Hebben ze allemaal briefjes op hun bureau, liggen met alles op. En dan gooien ze daar zo los die drinken op. Ja, oh, dat is zo zuur. Hé, hey, uh, we gaan niet dronken. Wat denk jij nou zelf? Maar, maar, het is morgen Koningsnacht, hè? Want wij hebben natuurlijk zaterdag als Koningsdag. Ik ben blij dat ik die gezien heb. Maar we kunnen wel... Uh... Ik, ik deel morgen wel wat in de Discord. Wanneer is de uh, volgende keer dat je live gaat? Ik ben morgen er weer. Dan ga ik uh, dat uh, supermarkt-simulator een keer uitproberen waar iedereen zo hyped over is. Uh... Dank u voor de follow. Alles ah, dus dank u wel voor de follow. I just needed you to know. I love you. Maar we kunnen dan wel net als vorig jaar doen. Ik heb wel nog zo'n vlaggetje-stift ook. Zal ik dan weer heel mijn hoofd, als jullie weer subben, heel mijn hoofd weer onder vlaggen? Dat was ook niet echt een succes. Echt overal zaten die vlaggetjes. Ik zou zeggen, we gaan morgen ook bij uh, Nikitje gaan kijken. Nou, eh, super lief Ik heb het staan, DVD, maar het is lang geleden dat ik het heb Ik ga dat eerlijk toegeven Oh, dankjewel. Smokey, we zorgen zo. Wel, zorg truste de... trust Smokey. En omdat jij vandaag de gast was, mag jij kiezen naar waar wij deze lieve mensen allemaal naartoe brengen. Oh, oh, laat mij even oh, 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 oh. kijken. Ja, ik kom zo nog wel heel even kort. Oké, okay, wacht. Naar nou, wie gaan we kiezen, jongens? Oh, dit wordt lastig. Um, wie is er nog? Wacht. Wie, oh, wie? Wie, oh, wie? Um, Even kijken. Ik ga kijken wie er nog uh, lang wakker blijven. Even snel spieken natuurlijk. Um... Ah, dankjewel. Die hoed is goed. Oké, okay, dan gaan we naar... Uh... Jij kent haar ook wel. Het in de chat typen? Dat je kan kopiëren plakken? Dat mag. Dus denk ik, maar, kijk, jij kent haar denk ik ook wel. Ze is ook echt een hele lieve meid. <laughs> ja, die ken ik. <laughs> ja, ze is ook zo'n leuke meid. Die heb ik al in het act gezien zelf. Nee. Oeh, zo leuk. Iemand een, een originele tekst uh, reekmessage? message? Eh. Uh. Uh, ja, ik denk gewoon. Uh... E.T.A. graag, Steek. Uh. Of Pedro, Pedro. Ja, uh, Pedro, Pedro, pedro. En dan gewoon toppetje. <laughs> ja, we doen Pedro, Pedro, Pedro. Iedereen weet wat dat is. En nu zo, wat, wat? Wat typt hij hier in de dingen? <laughs> maar uh, dan gaan we naar daar. De... Is goed. Dikke merci voor. Uh... Voor mijn gasten zijn. Het was super gezellig. Ja, jij, ja, dankjewel dat ik bij jou de gast moest zijn. Ik vond het echt super leuk om te doen. En dan uh, gaan we naar Power. Morgen is Sneaky is live. Het... Morgen ben ik ook live met een charity stream samen met Timzy. Dus als jullie mij heel de avond willen uh, blokkeren, irriteren en ambeteren in Fortnite, dan moet je cool. dus zeker morgen komen. <laughs> ja, ik kom zeker morgen even langs ga ik een reetje starten naar ons girl power. En we gaan er typen Pedro 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 song. Voila, de zimmer. Zal er zeker zijn, dat is goed, Steven. Dag iedereen! Tada. Ja.